Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent weer een nieuwe e-workshop van Nail Talk Live natuurlijk. En vanavond gaat het over nagelbijters. De grote of een van de grotere uitdagingen in de salon is natuurlijk wanneer je wordt gebeld en iemand zegt... ...ik bijt heel erg nagels, kun jij mij helpen? En uiteindelijk als je die klant kunt helpen, dan heb je een klant voor het leven. Als je het tenminste goed aanpakt. Maar we hebben natuurlijk vanavond nog veel meer shereels hier om ons alles te vertellen over nagelbijten en al die verschillende vormen van... Behandelingen te bespreken en ook gedeeltelijk te laten zien. Ik heb natuurlijk ook de winnaresse van de challenge van Demi van twee weken geleden. En ik heb nog wat andere leuke huishoudelijke mededelingen die je kunt verwachten in de maand februari. We hebben dus een behoorlijk drukke avond. Ik vind het wel fijn om hier weer te zijn. Samen met Gil en Cheryl en ons model. Wij maken er een leuke avond van. Wij gaan beginnen. Er We is alweer een leuke groep van jullie aan het kijken. En zoals je weet, ik heb mijn telefoon bij de hand. Mocht je vragen hebben vanavond, en dat kan ik me best wel voorstellen, schroom niet ze te stellen en dan zet ik ze voor jou door naar Cheryl. Ik heb hier ook mijn tablet, zodat ik dingen kan opzoeken in de webshop als dat nodig is. En ik heb mijn script. Kortom, het is een hele bedoeling hier achter de desk. Maar dat is het ook aan nou in de overkant van de studio. Cheryl, wat ga je vandaag met ons doen? Ja, Goedenavond allemaal, nou, vanavond staat dus die nagel bij de centraal en ik ga jullie laten zien wat het verschil is uh, met een gewone nagel en de gebeten nagel, wat de uitdagingen zijn bij de gebeten nagel en hoe je dit nu aanpakt in de praktijk. Zowel in theorie natuurlijk, hè, dus uh, je adviesplan, je behandelingsplan, het thuisverzorgingsadvies, dat nemen we daar helemaal uh, in mee. Wat kan wel en wat kan niet? Uitdagend! Ja, dus zorg ervoor dat je pen en papier hebt. Hè. Heb je dat nou nog niet? Ga dat dan nu even snel pakken. Want je weet het, een e-workshop met Chiril die zit zo vol met tips en tricks. Dat ik denk dat ik zelf ook maar even meeschrijf. En dan anders in ieder geval mee terugkijk. Um, wat kan wel, wat kan niet. Uiteindelijk is, heb ik in mijn leven vaak nagelbijters bij mijn salon gehad. En die wilden eigenlijk meteen een prachtige set nagels. En dat is best een uitdaging. Ja, voor ons als stylisten is het natuurlijk een uitdaging. Omdat je eigenlijk elk onderdeel wat je gaat doen op die nagel. kun je niet in het normale uitvoeren. Want normaal gesproken wil je bijvoorbeeld hè, netjes tegen een vrije rand aanwerken. Eh, met de tip. of onder een vrije rand komen met het schabloon. Maar dat gaat natuurlijk niet bij eh, de gebeten nagel. want er zit simpelweg eigenlijk geen vrije rand, om dat zo maar te zeggen. Er zijn ook bijna geen zijlijnen. Er is heel veel huid daaromheen. Dus het is heel uitdagend om daar ook die mooie nagel op te krijgen. Nou, en als het je dan gelukt is, dan heb je natuurlijk ook weer te maken met die houdbaarheid. Maar om dit helemaal te begrijpen, gaan we eerst een stukje theorie doen. En daar hebben voor, daarvoor hebben we een mooie foto, waarbij we de verschillen duidelijk kunnen laten zien. Nou, en hier zie je het eigenlijk al, hè? Je ja. ziet hier een gezonde nagel. Met eigenlijk ook een heel mooi uh, nagelbed. Dus het is Zeker. meteen ook wel het vergrote beeld. Uh, het ene contrast ten opzichte van het andere contrast. En je ziet natuurlijk die gebeten nagel. En als we dan gaan kijken naar uh, de verschillen opnoemend bij de volgende foto. Uh, dan zien we een aantal streepjes staan. Nou, wat opvalt is eigenlijk bij de gebeten nagel helemaal bij de huid. Uh, ja, bovenaan of onderaan vanaf dit plaatje gezien. Dan zie je dat die huid best wel strak uh, staat. Je ziet ook dat die nagelriem vast zit op die nagelplaat. En die groeit als het ware met die nagelplaat mee. Want deze nagel die groeit zeker wel. Alleen dat valt niet op omdat die natuurlijk alweer gebeten wordt. Nou, die huid die trekt een beetje mee. En je ziet ook dat het wat glanst. En dat daar wat spanning op staat. En dat is ook best wel gevoelig voor, uh, voor de klant. Alhoewel, hoe meer en hoe intensiever iemand bijt. hoe minder gevoeligheid je eigenlijk ook krijgt. Dus, uh, een soort eeltvorming krijg je eigenlijk. Op de nagelplaat zie je natuurlijk heel veel van het huidvliesje uh, te zitten. Mm -hmm. En je ziet ook dat die zijwallen echt wel verdikt zijn. Ja. Hè? En aan de andere kant zie je wat langere zijlijnen. En hoe langer de zijlijn is, uh, hoe verder het product ook uit kan groeien. En bij de gebeten nagel heb je geen zijlijnen. Dus die nagel wordt heel snel topzwaar. Ja, de nagelplaat zelf die is natuurlijk ook een stuk korter, dus uh, uh, probeer daar maar eens een, een nageltje op te krijgen. Maar ook het hertingsgedeelte van ons kunstproduct is maar heel minimaal. En uh, die zijlijnen zitten zo verstopt in die huid, want die huid wil eigenlijk die nagel beschermen. Zo van, hey, ik vind het helemaal niet fijn wat er met mij gebeurt, ik pak jou mooi eventjes in en dan kun je niet meer gebeten worden. En dat betekent dat aan de zijkanten van die nagel kun je dus ook heel moeilijk erbij. De vrije rand aan top. Als we nog even teruggaan naar uh, de foto, dan zie je dat daar, uh, uh, ja, je komt eigenlijk niet bij die vrije rand terecht. En het hyponygium ligt ook gewoon bloot. En die vingertop, die is ook gewoon wat verdikt, veel verdikter dan aan de andere kant. Dus je krijgt het product ook niet geseald. Nou, het is natuurlijk nog leuker om dat in het echt te gaan zien, en dat kunnen jullie natuurlijk vanavond zien. Laten we maar eens gaan kijken. Hier uh, hebben we dan een gebeten nagel. En op zich zit hier nog best wel een nagel op. Maar je ziet dat het zeker wel kort is. Een wat rafelig randje. Mm -hmm. Je ziet ook dat de huid hier echt vast zit op die nagelplaat. En dat de huid ook echt mee naar voren is gelift. Dus die zit er echt op vast. En die wil eigenlijk continu ook die nagel helemaal beschermen. En als je dat al weghaalt, dan komt er echt alweer een stukje nagel tevoorschijn. Maar voornamelijk ook vanuit het zijaanzicht gezien, dan kun je dus zien dat die nagel stopt en dat daar dus echt een opstaande vingertop komt. En hier krijg je gelijk de moeilijkheid. Want als je daar een tip op gaat plakken, dan wil die heel makkelijk weggeduwd worden. En wil je daar een schabloon tegen aanzetten, dan heb je natuurlijk ook te maken dat die nagel, dat het schabloon omhoog gedrukt gaat worden. Dus je moet als het ware ook gaan corrigeren. Dit is dan ook een, een trauma nagel. Die weer gezond moet worden. En dat heeft nog wel eventjes een, een procesje nodig. De vingertop, dit is ook helemaal verdikt. Er zit ook minder gevoel in dan bij een gemiddelde vingertop. En de vingertoppen zijn normaal heel erg gevoelig. En je kunt je voorstellen, als die nagel gaat groeien, welke kant gaat die dan op? Dan gaat die natuurlijk? Omhoog. En dan krijg je eigenlijk een andere nagel. En dat is de wipnagel of de ski jumpnagel. En daar hebben we hier ook een foto van. Eigenlijk laatst genomen in de les. Dan zei ik, nou perfect, die heb ik even nodig. En dit is inderdaad een ex-nagelbijter. Bijt inmiddels niet meer. Um, kan er ook goed vanaf blijven. Draagt wel netjes ook kunstproducten. En ze is helemaal blij met haar eigen nagels. En één klein nadeeltje is dat die inderdaad dus wel wat omhoog wijst. En dit is eigenlijk een gevolg van het nagelbijten. En dat heeft dus te maken met die verdikte vingertop. Ja, Lisette zegt in de comments dat ze daarom ook erg fan is van het niet verlengen van kunstnagels, maar op eigen kracht laten uitgroeien door die diepliggende zijlijnen. Daar ga je het zo direct natuurlijk ook over hebben. Ja. Um, Seriza zegt, uh, zet hem up, collega's en have fun. Kimberly zegt, ik bied die voor een arrangement, een echte aanrader. Daar dus gaan we het zo direct ook nog over hebben, Kimberly. Suzanne zegt, ik krijg echt jeukende handen van dit soort nagels, heerlijk. Gemma denkt dat het de nagel van Gillian is. Dat is niet zo. Gil heeft hele mooie nagels. Cheryl heeft een model meegenomen voor vanavond. Dus um, mensen vinden het een heel interessant onderwerp. Ze hebben er echt zin in. Leuk, ja. Het is ook heel interessant. En het zijn de meest blije klanten die je kunt hebben. Uh, want ja, ze gaan eigenlijk. Want ze doen altijd. Dus, ze, ze leven met een gesloten hand, om het zo maar te zeggen. Want ze zijn uh, meester uh, om, om die nagels te verbergen. Hè? Want ze schamen zich daar heel vaak voor. Dus wanneer ze niet aan het bijten zijn, dan proberen ze die nagels uh, uh, te verstoppen. En daarom is het ook vaak moeilijk om zo'n nagelbijter te vinden als model voor de lessen. Want is, ja. Ik, ja, ik ken niemand die nagels bijt. Nou, let maar eens op als mensen dan al zo lopen, hè, en dan, dan waarschijnlijk hebben ze dan een gebeten nagel. En het is ook wel uh, leuk om te vertellen dat uh, ook dit model zei: ja, ik heb eigenlijk hele mooie sieraden, maar ik draag het nooit, want ik wil mijn handen niet laten zien en het is gewoon zonde om een sieraad te dragen. En zodra daar dus nagels op zitten, dat iemand dan gewoon totaal verandert en het wel gaat doen. Dat is toch machtig mooi, hè? Ja, ik heb een vraag over die verdikte top. En dat is van een aantal mensen. Hoe lang duurt het voordat de nagel weer wat omlaag gaat groeien? En Elvira vraagt, die verdikking, gaat dat ook weg? En daar reageren nog een aantal mensen op. Dus je hebt zo'n verdikte top. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Want als je er niks mee doet, dan gaat die nagel uiteindelijk omhoog groeien, inderdaad. Ja, klopt, inderdaad. Dat uh, hangt heel erg af van persoon tot persoon. Ik moet zeggen dat bij de ene nagel gaat het herstelproces uh, echt heel mooi Soms ook echt dat ik denk van wauw, dit had ik niet verwacht dat dat er terug uh, uit zou uh, komen. Ja, en soms blijft het ook echt wel wat verdikter. Het heeft ook te maken met de eigen huid, hoe intensief iemand gebeten heeft, hoe lang dat geduurd heeft. Uh, dus dat heeft er allemaal wel mee te maken. En natuurlijk kun je ook de huid gaan verzorgen. Dus zal het verzachten en het olieën daarvan ook zeker helpen om dat allemaal weer wat zachter te krijgen. Maar het heeft vooral tijd nodig. En tijd en effort eigenlijk ook vanuit de klant. Dit is echt een gevalletje samenwerking. Jij alleen krijgt het niet voor elkaar om die klant te laten stoppen uh, met bijten. Uh, zij zal natuurlijk daarin uh, in mee moeten gaan doen. Maar ik hoor ook wel eens in de praktijk zeggen dat mensen zeggen van ja. Uh, stop maar even met bijten en dan laat ze een klein beetje groeien en kom dan maar naar de salon toe. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het is net alsof je met een kwaal naar de arts toe gaat en dat een arts dan zou zeggen: ja, de kwaal is te groot, het moet eerst nog een beetje genezen en kom dan maar terug. Je bent er eigenlijk juist om die klant te gaan helpen en uh, daar begint al de goede voorbereiding. Wat ja, e ja sorry. Yes. Suzanne zegt dat haar schoonmoeder was ook fanatiek nagelbijsen, of is ook, ze zat altijd haar handen te verbergen. En als ik het teresse zijn, dan letten mensen ook heel snel op je handen. Het blijft echt wel lastig voor haar. Ze komt nu al ruim twee jaar bij me. En soms heeft ze met periodes toch weer alles zo afbeten getrokken. Vooral als ze veel stress heeft. Het is namelijk soms, ja. bij bepaalde typen nagelbijts, echt een stressgerelateerd probleem. Ja. Bij anderen is het een probleem dat ze. Wanoorden zien op hun nagels, een soort chaos, en dat willen ze corrigeren door het vanaf te halen. En weer bij anderen is het gewoon een kwestie van ik zie een randje, ik wil het weg hebben. Het grappige is, en dat is een feit, dat uh, uh, mensen die nagels bijten, over het algemeen ook echt wel perfectionisten zijn. En dat zit aan je taszintuig. Hè? Dus dat, dat, dat blijf je voelen en dat continu uh, triggert dat maar. Dat moet gewoon weg. Ik vergelijk het maar met een velletje op je lip hebben of zo. Dat je daar continu uh, aan blijft zitten en het, 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 het stopt niet voordat het weg is. En wanneer je dan gedaan hebt, denk je: ja, nou bloed de lip. Dat is mijn eigen voorbeeld, want ik weet niet hoe, hoe het is om nagels te bijten. Uh, maar ja, ik kan me zo voorstellen dat het zo een beetje is voor hun. En dat niet alleen, het is niet alleen het bijten, maar bij mensen kunnen ook heel vaak velletjes trekken tot bloedens toe. Of zodanig over de nagelriem heen gaan dat er allemaal lijnen in die nagel komen. En dat voorbeeld heb ik ook. Kijk maar mee. Hier bij de duimnagel ja. zie je heel, herkenbaar, heel duidelijk al die lijntjes te zitten. En uh, ja, dan gaan ze eigenlijk continu met hun eigen vingers over die duimnagel heen, over, over die nagelriem heen. En zo zie je dus dat het uh, de celgedeelte helemaal ophopend is. En dan komen er allemaal van die lijntjes in de nagel, die ribbeltjes. En daar blijven ze dan weer continu aan voelen. Ja, en zo is dat cirkeltje dan weer rond. Hè? En dit doen ze eigenlijk zelf. Dus die lijnen die in die nagel komen, dat veroorzaken zij zelf. Maar om hier een nagel op te zetten, dat sluit nooit 100% aan. En als iets niet 100% aansluit, ja, dan heb je natuurlijk weer met een ander gevaar te maken. En dat is een infectie, een bacteriële infectie. Dus daar moeten we erg voorzichtig mee zijn bij mensen die nagels bijten. Nou, als je dan weer uh, even teruggaat naar de nagel en dan eens naar de nagelriem gaat kijken, nou, laten we eens zien wat er gebeurt als we die verder los gaan maken. En bij de ene persoon kun je het makkelijk losmaken zonder dat je het eerst verzacht. En dat moet je even aanvoelen. Want het kan ook ontzettend hard zijn. En dan krijg je dat ook niet in één keer los. Dus je ziet dat het echt wel wat vereeld is. En dan moet je ook voorzichtig mee omgaan om dat los te maken. Als je een nieuwe klant krijgt aan de telefoon. Ja, ik vraag ook altijd of iemand nagels bijt. Want ik heb wel eens een keer gehad dat iemand binnenkwam en het niet verteld had. Meestal zeggen ze het wel. Maar je hebt in het begin ook echt wel extra werk nodig. om hier een mooie nagel op te zetten. Zowel in behandeling als in uitleg. Maar zeker ook de, de voorbereiding voordat je daar een kunstproduct op kunt zetten. Dus het is echt wel handig om dat van tevoren te weten. dat je wat extra tijd kunt inplannen. Nou, bij haar krijg ik op zich de huid best wel makkelijk los. Lukt dat nou niet, dan zou je daar natuurlijk de Soft Cuticle Remover Gel voor kunnen gebruiken. Ik kan het wel even laten zien. Ja, Ellen Landa heeft een compliment voor je model. Zij zegt, wat stoer dat je model dit durft te tonen aan ons. Echt petje af. Nou. En dat uh, is Mieke van hoe je het helemaal mee eens. Dank je wel, model. Het is best wel persoonlijk natuurlijk. En um, Nail Beauty, Elvisa zegt bijvoorbeeld nu nagelbijters, vind ik echt leuk om te doen. Vooral als je vooruitgang ziet. Uh, mensen tot kloppens toe afgebeten. Um, ja, ik, ik heb zelf nooit nagels gebeten. Ik blijf het een beetje eng vinden, maar ja, ik vind wel meer dingen eng. Uh, Oké, okay, dit is de cuticle Remover. Moet je natuurlijk heel erg mee opletten dat het model dan nu niet in de ogen gaat wrijven. Want het is niet goed voor, uh, voor uh, ogen. Uit ogen houden en gewoon lekker die handen op het armsteun houden. Yes. Nou, het werkt ontzettend snel. Eén tot maximaal drie minuten laten zitten. En dat maakt heel erg snel week. Dus dat is wel heel, uh, heel fijn. Ik uh, gebruik het zelf hand voor hand. En dan zie je hoe makkelijk je er nog wat verder onder kunt gaan. En dat er echt een uh, soort gordijntje omhoog komt te staan. Ja, dat is wel bevredigend. Ja, hè? Ja. Ja, en als het helemaal vast zit, nou heeft zij weinig wondjes eraan zitten. En ook... Uh, ja, geen haaltjes, geen bloed. Dan kun je het ook best wel goed behandelen. Is dat nou wel het geval, ja, dan moet het ook weer eerst herstellen. Dus dan kun je het niet meteen helemaal weghalen. Doe het dan in een aantal etappes. En die etappes is belangrijk weer om even aan te geven. Kijk, je kunt bij een gebeten nagel. Op verschillende manieren te werk gaan. Ik zal eerst even dit afmaken, want het mag natuurlijk niet te lang erop blijven zitten. Ja, en ik wil ook nog even toevoegen dat het lijkt alsof je heel diep onder die nagelriem gaat. Maar je gaat natuurlijk maar tot de Zeker. Alleen er zit vrij veel ruwe losse huid. Ja. Vereelte huid. Dus het ja. lijkt alsof ze heel diep gaat, maar je gaat natuurlijk nooit voorbij de verzegeling van het eponigium aan de nagelplaten. Even voor alle duidelijkheid. Want daar dat is natuurlijk een mogelijk probleem voor bacteriën en infecties. En je laat ze ook anderhalf tot één tot drie minuten zitten en dan moet het eraf, hè Sherio? Ja, en daarvoor heb ik even een klein deppendisje met water hier uh, meegenomen. Uh, in de salon laat ik ze eventjes de handen wassen. Uh, dat gaat voor hier niet, dus vandaar een klein deppendisje met water om het even op deze manier uh, op te lossen. En een handdoekje om het goed weg te wrijven. Het moet er goed afgewassen worden, dat is heel belangrijk. Ja, en dit is een product wat je niet alleen voor nagelbijters gebruikt. Dat is namelijk een vraag van Lydie Adink. Uh, je kunt de cuticle Remover bijvoorbeeld ook gebruiken bij mensen die juist een hele mooie nagelriem hebben, waar je niet echt een combi-manicure nodig hebt om uit te voeren, maar het net even wel wat strakker wil maken. Maar ook bij mensen die juist überhaupt geen combi-manicure willen en het juist alleen maar handmatig gedaan willen hebben. Het is alleen geen product wat je verkoopt aan de klant. Het is niet geschikt voor thuisgebruik. Het is echt een professioneel product voor professioneel gebruik. En misschien kan ik het ook goed zo laten zien dat het echt allemaal overtollige huid is. Ik zal het even inderdaad hier neerzetten. Kijk, dit is allemaal overtollige huid, wat eigenlijk meegegroeid is naar voren toe. Ik ga de zijcamera zij ietsjes lager zetten, want dan kun je comfortabel werken. Oké. Okay. En het fijne is nog, de, de, deze huid was op zich nog redelijk flexibel, nog niet zo heel erg droog. Maar normaal gesproken, als dat dan meegroeit, op een gegeven moment gaat die rek eruit. En dan barst die open, zeker met de vrieskou, En dan, uh, dan komt er een wondje en dan wordt het pijnlijk. We zijn nog net eigenlijk voor dat stadium. Dus dat is wel fijn in dit geval. Maar je ziet hoe ver die huid naar voren toe komt. Ja. En men is benieuwd wat je gaat doen met dat, zoals jij het noemt, gordijntje. Ja, het gordijntje, ja. ja ik ga zo meteen uh, de prep doen. Ik ga eerst eventjes terugkomen op uh, de verschillen van het aanbieden van een behandeling bij die nagelbijter. Want je kan natuurlijk bij die nagelbijter daar best wel een mooie verlengde nagel op zetten. Alleen die nagelbijter die werkt met alles met de vingertop. Dus als we weer even terug naar die vingertop gaan, dan zie je dus die verdikte vingertop. En uh, alles doen zij met die voorkant. Dus wanneer je daar een verlengstuk op zet, en zij werken nog steeds met die voorkant, want ze zijn nog niet gewend om met de zijkant van uh, de dingen te werken. kun je even de topshot laten zien, Gil. Yes. Ja? Dus met dit gedeelte, dan gaat die nagel heel snel loslaten, of komt er lifting, of gaat hij breken. En dat is natuurlijk zonde. Sowieso zit er bij de gebeten nagel veel meer huidvliesje op de nagel. En komt er veel makkelijker lifting, ook omdat ze er veel makkelijker aan gaan pulken. En je niet helemaal goed aansluitend kunt werken. Dus er kan veel makkelijker lifting ontstaan. Dus bij een gebeten nagel is het echt heel belangrijk dat de klant na één week weer terugkomt. En daar kunnen ze best wel van schrikken. Want dan denken ze één week maar, maar mijn buurvrouw die blijft vier weken weg, hoe kan dat nou? nou en dan moeten we dus uitzien te leggen uh, wat het betekent met zo'n korte nagel ten opzichte van zo'n lange nagel. En waarom zij dus eerder terug moet komen. Nou, en dan zou je dus weer een nagelbijtarrangement kunnen aanbieden, zodat je zeker weet dat een klant ook echt wat eerder terugkomt. Dan beseft de klant ook dat ze daar heel veel tijd in moet gaan investeren en dat dat natuurlijk ook best wel wat geld kost. En heeft zo iemand dat ervoor over, ja of nee? Maar ze beseffen dat vaak niet als ze naar de salon te komen. Zij denken: Oh, we gaan naar de nagelsalon, ik krijg mooie kunstnagels en dan ben ik klaar. Maar zo werkt het dus niet. Tenminste, ja, dan zijn ze maar klaar voor een korte periode. Maar ja, dan komen ze van de koude kermis thuis. Want dan balen ze natuurlijk dat er een nagel afgaat. En als er één gaat, dan zijn ze geneigd om er meteen alles af te gaan halen. Omdat het dan maar, dan moet het er ook gewoon uh, vanaf. Uh, dus leg de klant uit. Je kan het op twee manieren doen. Je kan of meteen heel mooi cosmetisch een set maken. Of je wilt die nagel echt gaan herstellen. Dus wat is die gedachte van die klant? Wil die een mooie set voor een feestje? Of wil die echt van dat nagelbijt af? Want als iemand echt van dat nagelbijten af wil, dan heeft dat echt wel een stapgewijs proces nodig. En dat betekent dat ze de eerste maand elke week bij jou aanwezig zal zijn om ervoor te zorgen dat die nagel als het ware rustig wordt en herstelt. En dan noem ik dat geen cosmetische behandeling. Natuurlijk wordt het ook heel mooi, maar vooral mechanisch herstellend. Dus we gaan er iets op maken zodat die nagel kan gaan herstellen. Dan zou je kunnen werken enkel op de nagel zelf, zodat men kan wennen aan die lengte. Maar ja, ze willen eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje een mooi nageltje hebben. Dus vanavond ga ik laten zien dat we minimaal gaan verlengen, dat ze nog wel de vingertop kunnen gebruiken, en eh, dan gaan we ook gelijk, gelijk de huid tegenwerken naar beneden. Dus even herhalen: als je echt de nagels van een nagelbijter op een mechanische manier zichzelf wil laten herstellen, dus dat wil zeggen door het Natuurlijk uitgroeien, dan is je, kom je de eerste maand iedere week terug. Ik had het bij mij ook standaard. Iedere week kwam die nagel bij je te terug. Totdat er een beetje, zeg maar, houvast is ja. om mee te werken. Dat die nagels een beetje zijn gegroeid. Ik zag een goede tip langskomen om hem uh, met kleerproduct te verstevigen. Ja. Dat had Debs Neels nail, geloof ik, gedaan. Want dan ziet ze ook die randjes, dan wordt ze daar trots op. Het gaat er namelijk om, als om dat omslagpunt van ik ben trots op mijn nagels of ik schaam me voor mijn nagels. Als je op dat punt weet te komen, nou, dan zit je gebakken. Ja, nou precies. En ze zijn vaak al heel trots als ze de deur uitgaan. En dat is ook wel heel erg leuk om, uh, om te zien. En stuur ook even een bemoedigend berichtje na een paar dagen. Hoe gaat het met je nagels? Uh, gewoon om even goed contact te houden met, uh, met de klant. Ja, en ze groeien natuurlijk heel veel sneller. Hè? Dat zegt ja. Susanne ook. Uh, je hebt ook echt uitgroei al na een week. Ja, ik heb de andere hand bij haar al gedaan. Dus dat zal ik zo meteen ook even laten zien. Nou, ik heb hier de prepbit. En daarmee halen we natuurlijk het bovenste laagje, maken we dof. En met dit prepbitje kun je ook heel mooi de huid weer wat verder naar achteren duwen. Is het te zien op beeld? Jazeker. Ja. Ja, het voordeel van het prepbit, nu gebruik ik ook om de glans te verwijderen, is dat je echt lekker in die zijwallen kunt vallen. Vooral in die zijkantjes en je ziet ook hoe ver die doorloopt. Ik pak even een borsteltje erbij. En ik... Ik geef ook echt kracht met mijn duim. Ik draai de pols even wat naar de zijkant. En ik geef ook echt kracht. Aan het einde van de behandeling zul je wat spierpijn hebben in die duim. Maar hier zit helemaal nog een stukje nagel. Dat zit er eigenlijk helemaal mooi in, in, in verpakt. Aan die zijkant. Manifiek zegt dat ze echt een verlenging nodig had. Omdat ze echt de laagjes van haar nagels afpelde met haar tanden. Een kunstrandje eraan kon dat niet meer. Dat kan ik niet voor, zo voorstellen, dan moet je natuurlijk wel uiteren, opletten dat je als je een beetje uitgroei hebt, dat je niet achter de rand blijft hangen. Ja, sommige mensen schaven het over de tanden heen en het geeft niet alleen schade aan de nagel, maar ook schade aan de tanden. Het is heel bizar hè? Ja, er wordt gevraagd of deze prep niet vervelend is voor de klant. Ik zal het even aan de klant zelf vragen, maar uh, ze schudt nee. Nee, uh, ze zijn juist veel minder gevoelig. En de huid kan wat dat betreft best wel wat hebben. Zeker als daar niet echt uh, wondjes aan zitten of kapot is. En deze huid is verder ook mooi intact. Je ziet ook heel mooi hier bij de huid dat het echt glanst, hè? Hier uh -huh. op top, dat er echt wel wat spanning op heeft, uh, op heeft gezeten. Volgens mij zagen we op de side shot zelfs nog, uh, nog beter dat het echt wel meegetrokken is, uh, is geweest. En je ziet ook hier op top heel mooi hoe de vingertop dan zo omhoog gaat. En die pakt dus echt die nagel in. Dus let goed op, achter die vingertop, dat je hem daar ook goed mee dof, uh, dof krijgt. Ja, er wordt ook nog een vraag gesteld door Doreen. Of je na een week dan ook een hele refill behandeling uh, doet. En zij dacht eraan om te werken met blushes voor dit arrangement. Ik zie dat meer mensen de voorkeur geven aan blusjes. Jij gaat vandaag werken met acryl, maar ook met powergel. Gel. Ja. Uh, het is heel persoonlijk, de keuze van het product. Eigenlijk moet je het product kiezen waarmee jij je het prettigst voelt. En het moet wel een product zijn wat stabiliteit geeft. Maar ga je na een week een hele refill doen of doe je alleen maar even de randjes? Mijn ervaring is dat die refill echt wel nodig is. Het kan er zelfs wel mooi uitzien dat je denkt van nou, dat, dat is niet meteen nodig. En dan gaat het in die week daarna, gaat het mis. Dus ja, ik zou voor die hele refill uh, gaan. En die keer daarna zou je kunnen kijken of dat die refill wel of niet helemaal nodig is. Uh, maar die eerste vier weken die zijn eigenlijk essentieel. Dus daar heb je het meeste uh, aandacht nodig... Om die zijlijnen te krijgen en ik heb het geluk bij deze nagel dat hier nog best wel een stukje zijlijn uh, zit, maar over het algemeen kan die zo kort zijn dat alleen maar dat stukje daar zit. Ja. Hier zit op zich nog best wel een nageltje en anders ga ik nu even naar de andere hand toe, want dan kan ik al gelijk wat laten zien als daar dus een nagel uh, op zit, uh, hoe snel dat gaat. Deze nagel is uh, vorige week gezet. En je ziet eigenlijk al heel mooi dat daar al een, uh, een uitgroei zit. Maar ook hoe snel daar een randje zichtbaar, uh, zichtbaar wordt. En hoe makkelijk er ook lucht uh, komt bij de nagel. Even zoeken. Kijk hier aan de zijkant. Komt in één keer. Hè, omdat die zijlijn nog niet helemaal goed aansloot. Dan zie je dat daar heel ja, snel lucht ontstaat. En dat heeft natuurlijk meerdere gevaren. Gevaar één is die natuurlijk ook die bacteriële infectie die je wilt voorkomen. Maar ook dat de klant zelf daaraan gaat zitten. En dit zijn echt wel triggers voor hun. Dus vandaar dat het echt wel belangrijk is om ze zo snel mogelijk terug te laten komen. Even yes. En hier zie je ook nog de huid hè, hoeveel spanning er op de huid zit. Hij is ook echt wel wat roder en wat, wat glanzender. En ook dat moet helemaal uh, herstellen. En hier aan de zijkant is bijvoorbeeld een heel klein chipje is eruit. Nou, dat is al gelijk een triggerpoint. Hier aan de zijkant gaat die zijlijn groeien. Dus je komt in één keer tevoorschijn. En dat moet nu gewoon mee ingepakt gaan worden. Dus waar die de vorige keer nog niet vindbaar was, zie je hem nou in één keer te zitten. En dat moet meteen weer opnieuw ingepakt worden. En daarvoor kun je het beste de hele refill doen. Ja, en je kunt natuurlijk ook een combi-manicure toepassen bij een nagelbijter. Het is wel vaak zo dat een nagelbijter gek genoeg het ook wel spannend vindt als er dingen gebeuren, zoals een combi-manicure. En wij laten de combi-manicure natuurlijk nooit zien in een e-workshop, want de combi-manicure daarvoor moet je echt naar de les om te leren hoe je dat moet uitvoeren, hoe je dat moet knippen. Dat is niet iets wat wij verstandig vinden in een online omgeving. Ja. Dus de combi-manicure laat ik vanavond ook achterwege. Bij de andere hand heb ik die de vorige keer bij haar wel gedaan en dat was ook heel goed mogelijk. En je voelt het ook wel aan aan de huid of dat hij het wel of niet toelaat. Dus kijk wat kan. En dat is, dat is gewoon niet te vertellen, want dat is bij elk persoon is dat verschillend. En Anja van Es vraagt klopt het dat nagels van nagelbijters extra hard groeien? Ja, die zijn extra bezig zichzelf te willen herstellen. Ze willen zich eigenlijk uh, her repareren, herstellen. En daar groeit die nagel voor. De, die wil dat nagelbed weer gaan bedekken. Maar omdat er dus wordt tegengewerkt, doordat er met de vingertop wordt gewerkt, dat het heel kort wordt gehouden, uh, is dat lastig. En daardoor krijg je een versneld groeiproces, wat weliswaar. Ook weer vertraagt op een gegeven moment. Eigenlijk wordt die matrix overmatig gestimuleerd. De matrix is waar de nagelplaat wordt uh, gevormd en als jij dat als het ware masseert, dat kan door iedere vorm van, van daarmee spelen, dan zorg je ervoor dat die nagelplaat extra snel gaat groeien, omdat die nagelmatrix wordt ge, uh, geprikkeld als het ware. Jij bent bezig. Ja, ik, ben, uh, ik heb een eerste knipje gezet. Dat kan je natuurlijk met een vellentangetje doen. Ik vind daar wel het schaartje heel fijn voor om te gebruiken. Uh, ik haal niet alles weg, maar ik haal het grootste gedeelte weg. En je ziet nog duidelijk dat er een heel klein randje blijft zitten. Ja, maar we laten dit knippen niet zien. We laten zo direct zien hoe die er na, na het knippen uitziet. Ik zag niet Helemaal. dat je met het schaartje bezig was. Want ik vind echt, en dat, ik hoop dat jullie het met me eens zijn, dat je daarvoor echt naar les moet gaan om te weten hoe je met die gereedschappen moet werken. Um, Nicole zit nu samen met haar dochter te kijken terwijl we haar nagels doen. Zij is ook een hele zware nagelbijtster. Nog korter dan het model van vanavond. Alles wat er gezegd wordt klopt helemaal. Um, je ziet ook vaak dat nagels van nagelbijters wat wijder uitlopen. Hoe licht je dit op bij een refill, vraagt Rilana. Nou, wat je ziet, Rilana, is dat die nagel zit nog in die kromming bij de nagelriem en die zijlijnen ontbreken. En je zag ook toen net dat die zijlijnen tevoorschijn kwamen. Toen zei Cheriel ook op de andere kant, kijk, hier komen ze tevoorschijn, dan kun je ze gaan inpakken. Op het moment dat die zijlijnen hersteld zijn, dus hij groeit weer mooi recht naar beneden, dan kun je met de vorm van de nagel gaan spelen. En dan kun je ook bijvoorbeeld uh, met de werken en een lichtjes pinsje. Blush heeft natuurlijk een gepinste nagel van zichzelf, een heel klein beetje om wat meer C-curve te krijgen, maar dan moet dat eerst wel zijn hersteld. Is het niet hersteld en je hebt niet die zijlijnen... en je gaat dan proberen die nagel te versmallen... dan ga je eigenlijk breukvlakken creëren... waar de nagelriem overgaat in de verlenging. Je hebt namelijk geen houvast. Dat houvast moet eerst komen... en dan kun je de vorm van de nagel gaan beïnvloeden. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Jij bent intussen weer teruggegaan naar de prepbit. Ja, ik ben teruggegaan naar het prepbitje... En nu doe ik hetzelfde als wat ik de eerste keer deed. Dus ik geef een lichte druk tegen die huid aan. En je ziet nu in één keer dat er weer een stukje nagel tevoorschijn komt. Als ik de stof weghaal, dan zie je ook in één keer dat daar gewoon een lunula zit. Apart, hè? Dus dat zat helemaal ingepakt. Ja, mensen zijn het ermee eens dat we de coming manicure dat je er echt voor naar een les moet. Oh, en Lidie vraagt: stel. Je hebt een klant die geen nagel bij het arrangement wil. Adviseren jullie dan deze klant überhaupt niet te behandelen? Of voeren jullie haar naar haar wens toch een reguliere behandeling uit? Nou, dat is een goede vraag. En ik ja. hou jou al uh, ademhalen om het antwoord ja. te geven. Ja, <laughs> ik wilde al helemaal inhaken. Ja. Natuurlijk wil je nagels plaatsen bij, uh, bij die klant. En natuurlijk wil je je service aanbieden. Um, en ik zou ook gewoon samen tot een compromis komen... en mooie nagels bij haar gaan maken. Het verschil is alleen is dat zij na het bezoeken aan jouw salon weet... van oké, okay, uh, als ik echt van het bijten af wil... dan moet ik dus inderdaad dat arrangement aangaan... of tenminste het proces van herstel aangaan. En anders ga ik nu gewoon met een leuke set de deur uit... dan kan ik kiezen voor of een laagje op mijn eigen nagels... Of misschien ook wel gewoon een verlenging. Alleen dan zal ik er gewoon eenmalig een wat kortere duur. dan bij een gemiddelde nagel plezier ervan hebben. Maar natuurlijk zou ik de klant helpen. en ik zou ook de keuze aan haar laten. van ja, wat, wat wil jij? En, maar ze komen vaak naar de salon met het idee. oh, ik krijg mooie lange nagels. en daar ga ik lekker lang van genieten. En dan, uh, ja, wees gewoon eerlijk van wat de opties zijn. en dan kan zij kiezen wat ze wil. Ja. Ja, dat is inderdaad. Het, het is best lastig om te ontdekken wat, wat men precies wil. En je kunt natuurlijk een hele mooie shorty-nagel maken op een nagelbijter, die echt een significant verschil maakt ten opzichte van de afgebeten nagel. Vroeger in mijn tijd verwachten mensen ook echt als ze naar de salon gingen zulke lange nagels als ze de deur uitgingen. Dat is natuurlijk niet meer zo gemeen goed en ook niet meer echt het referentiekader van mensen. Nee, wat je dus ook nodig hebt is fotomateriaal van verschillende soorten gebeten nagels. Want de ene nagel is de andere niet. Nou, en hier heb ik nog best wel een redelijk nageltje. En je kunt echt wel mensen tegenkomen waarbij de nagel ook echt nog wel een stuk uh, korter is. Of waarbij de zijlijnen wat meer uitlopen. Uh, of dat het wat meer geribbeld is omdat ze het uh, schaven. Dus uh, maak veel voor- en nafoto's en laat zien wat de mogelijkheden zijn. En dat de klant zich ook kan herkennen van, oh ja, zo ziet mijn nagel eruit. En dit kan dus wel en dat kan niet. Ja, en ook nafoto's zodat ze kunnen aangeven, dit vind ik mooi. Ja. En, uh, ja. Want zeker, je hebt tegenwoordig zoveel verschillende typen nagels, dat leren wij ook in onze, onze basisopleidingen. Probeer eerst te ontdekken wat voor een soort nagelstilist je wil zijn, maar dat geldt ook voor de klant. Wat voor nagels wil jij eigenlijk dragen? Dat is nogal uh, uh, verschillend. Uh, Elvira, jij vraagt, is het dan wel verstandig om gelijk met de blush te beginnen, omdat je dan gelijk de C-curve erin krijgt? Maar nou, als de nagel heel erg is gebogen of uh, kort is gebeten, dan... Dan trekt hij hem niet in een C-curve. Het is niet dat hij meteen helemaal bol wordt gezet. Je moet een product kiezen, zoals ik al eerder zei, waar jij je heel comfortabel bij voelt en wat genoeg volume of kracht geeft om door die huid te groeien. Dus ik zou niet met een heel dun product werken. Je moet ook niet een te dunne nagel zetten, want je moet die na natuurlijke nagel stabiliteit en stevigheid geven. Dus waar jij prettig mee voelt? Ja, je kan werken met acryl, met power gel, met gel. Het is eigenlijk allemaal mogelijk. Doe vooral waar jij jezelf het meest comfortabel uh, mee voelt. En blusjes zal zeker ook wel uh, uh, gaan. Ik zou dan uh, natuurlijk wel voor een minimale verlenging gaan, of een tip, of een combinatie met de power gel, om toch die stevigheid daarin, uh, daarin te geven. Ik uh, kies voor de acryl. En dat doe ik met de volgende reden. Acryl heeft net een wat diepere hechting in die bovenste lagen van die nagel. En op dat minimale kleine stukje nagel heb je dan een hele goede uh, houvast. En daarvoor gaat mijn voorkeur nog naar de acryl. En natuurlijk ook omdat ik nog gewoon de ouderwetse rotsvaste acryl ben. Terug naar de nagel. Nou, normaal gesproken zouden we die vrije rand mooi in model gaan veilen. Nou, en hier begint al een uitdaging, want je komt daar al bijna niet bij. Je, je moet over die huid heen tegen die nagel aan. Nou, nu lukt het hier nog om een klein beetje weg te halen. Maar meestal is dat zo kort en zo ver weg dat het geen zin heeft om hier tegenaan te gaan. Nou, lukt het wel, dan is dat mooi meegenomen. Dan kun je nog eventjes die rafeltjes weghalen. En anders moet je dat gewoon laten voor wat het is. En als er een diepere groef of zo in de nagel zit, of de lijnen zoals hier bij de duimnagel die kun je nooit helemaal wegvijlen. Wat je dan doet is uh, zoveel mogelijk de glans weghalen, extra goed prep en wipe gebruiken en je zou natuurlijk ook nog de sealant protect kunnen gebruiken om het zo goed mogelijk uh, te laten hechten. Maar je gaat nooit de hele nagel helemaal glad maken, want dat zou betekenen dat je veel te veel van die natuurlijke nagel weghaalt. Ik had ook nog een vraag van. Uh Even kijken. Yvonne, zij vraagt, is het altijd verstandig om gelijk twee handen te doen? Y Yvonne, het antwoord daarop is ja. Want als je maar één hand doet, dan is het contrast met die andere hand zo groot... dat dat zorgt ervoor dat die ene hand weer wordt afgebeten. Ja, of bedoelt ze misschien twee handen tegelijk uh, de, de prep? Of bedoel je inderdaad echt twee handen tegelijkertijd in de behandeling zelf? Nou, dat heb je nu even gevraagd. Sylvia vraagt of Silom Protect ook een optie is voor het nagelbijten... Ja, zeker is dat een optie, maar dat, dat, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat verstevigt de natuurlijke nagel wel, maar geeft niet net zoveel oemf, zeg maar, net zoveel body, als gewoon een kunstproduct erop zetten. Seal Protect kun je natuurlijk wel heel goed gebruiken om te voorkomen dat er lifting ontstaat, om de kans op te minimaliseren. Alleen Seal Protect lijkt mij een beetje weinig om er echt doorheen te komen. Zeker door die eerste paar weken. Chiriel, wat vind jij? Ja, ben ik helemaal met je eens. Uh, Seal Protect is uh, niet stevig genoeg om die klant niet te kunnen laten bijten. En als je daar een kunstproduct op zet, ja, dan wordt het echt zo, het voelt en heel anders aan en dan laagje Seal Protect, dat is nog steeds gewoon de eigen nagel, maar dan van binnenuit uh, versterkt. Nu komt er echt iets overheen, dus ze kunnen ook niet meer pulken en krabben zoals ze gewend zijn en zodra ze de tanden erop zijn ze in één keer zich bewust van dat er iets op zit? Dat ze, oh, oh ja. En het grappige is ook dat wanneer ze hun handen voorbij zien komen, dan is het net alsof ik bij wijze van mijn haren blond zou verven en in de spiegel kijk, en, oh, dat je zo'n schrikeffect krijgt. Zo'n klant die ziet de hele dag die handen voorbij komen. Want dan zit in één keer zit daar een nageltje op. En dat is best wel een groot indrukwekkend verschil. Ook al is het nog niet eens een heftige kleur. Dus, dus ja, het is best wel een ding voor hun. En Andrea, jij vraagt wat is nou het sterkste voor de nagelbijter... Acryl, gel, power gel. Nogmaals, je moet het product gebruiken waar jij je het sterkst mee voelt. Wat jij het beste in je vingers hebt. Want het komt er bij een nagelbijt er echt op aan dat je begrijpt wat je doet. En dan wil je niet ook nog moeten nadenken: wat doet mijn product nu? Uh, Chiril gaat nu werken met acryl, die gaat straks werken ook met powergel, ook omdat Chiril echt een echte acryler is, dus die heeft daarmee volledige controle over het product. Ben jij een geller, zou ik een hele harde gel gebruiken, zoals bijvoorbeeld de standaard builder gel, en dan goed zorgen dat je dun werkt in die zijlijnen en bij die nagelriem. Dus je moet echt een beetje kijken naar wat beheers jij technisch gewoon lekker goed. Want de uitdaging is al voldoende bij het behandelen van de nagel bij het nagel. Cheryl, ben je het daarmee eens? Ja, helemaal. Uh, dus uh, kijk eerder naar hoe dat jij je vingerspitsengevoel kan gebruiken bij het product wat jij het fijnste gebruikt. Uh, daar help je de klant eigenlijk het meest mee. En de klant zelf maakt het niet uit zolang ze maar mooie nagels krijgt. Ik heb een tip erbij gepakt. En normaal gesproken kijk je natuurlijk naar de vrije rand. En je kijkt van de zijkant naar de zijkant. En je wilt daar een tip op aansluiten. Uh, let goed op dat de tip ook echt wel groot genoeg is. Want die zijlijn die zit echt dus verpakt in die huid. En wanneer je hem dan naar de andere kant wilt krijgen... en daar de huid weg gaat halen... dan komt daar in één keer een stukje tevoorschijn. Ik zal eens kijken of we wat meer kunnen inzoomen. Want het is best ja, ja. wel lastig om anders te... Oh, dat Ik zal dat eens van kant. die kant. Uiteraard uh, natuurlijk de yes. verkeerde kant. Dan moet je wel heel dus goed het midden opzoeken. Ja. Even we. Even kijken of hij hem pakt. En ja. anders ga ik ietsjes uit. Klein dingetje uitzoomen. Yes, ja. ja, daar pakt hij hem. Want kijk, je denkt als je hem hou, je, hou er hem rustig gewoon boven, Cheryl. Kijk, als je er dus zo op kijkt, denk je bij jezelf: oh, goede maat. Ja. Totdat je hem inderdaad erop gaat zetten. Nou, dan lijkt het er vanaf de bovenaanzicht gezien ook nog de goede maat. Maar als je de huid weg gaat pakken, dan komt daar in één keer een nageltje tevoorschijn. En de andere kant ook. En je ziet dat je best wel wat druk moet gaan geven op de tip. Ik heb nu de Ultraform, dat is een redelijk platte tip. Want er zit ook totaal geen curve in die nagel. Hij is ontzettend plat. Maar je geeft toch wel wat druk voordat die tip aansluit. En misschien dat is... zien we dat van boven nog beter, Gil. Ja. Want eigenlijk wat je ziet als je die tip gaat duwen, zie je dat dat nagelbed wit wordt. Dat is dus de druk die je aan het uitoefenen bent door middel van het duwen van die tip op die nagel. Dus zo lijkt het alsof je de goede maat hebt, maar er mag totaal geen spanning komen op die nagel. Er mag totaal geen, geen druk op die nagel komen. Dus in plaats van deze tip neem ik toch een maatje groter. Kom ik op deze uit en dan denk je, ja maar die is toch veel te groot. Maar uiteindelijk is dit de maat die je nodig hebt sowieso al voor de ronding van die tip. Dus die sluit mooi aan op de platte nagel. En aan de zijkant gaat die al veel verder eroverheen. En hetgeen wat te verder overheen gaat, dat vel je dan weg met een vuil. En eh, wat dan belangrijk is om te onthouden, is wat je aan de ene kant weghaalt van die tip, moet je ook aan de andere kant weghalen. Om ervoor te zorgen dat de ronding in die tip wel mooi in het midden blijft. Want die tip die is eigenlijk al helemaal gevormd. Hè. Er zit al een mooie welfing in, er zit al een mooie bolling in. En je kunt ook zien dat je vanuit de zijkant. De huid wat naar beneden kunt duwen, als het ware. Met een neerwaartse buiging op die tip, dat je die huid wat naar beneden haalt. Maar als je dat doet, dan voel je hier aan de zijkant, en je ziet het hier ook gebeuren, dan komt daar een soort druk op de huid te zitten. En die druk wil je niet hebben, want die duwt die tip dan weer wat omhoog. Dus we gaan die tip zo meteen helemaal in vorm veilen. En ook aan de zijkant een soort zadeltje erin veilen. Zodat daar ruimte komt voor die huid. Dat die daar gewoon lekker kan zitten. Zonder dat die druk geeft op de nagel. Dus het is ook nog wel een werkje om die tip aan te sluiten. Dit is een tip met een grote overlapping. Uh, die overlapping is puur en alleen, uh, alleen gemaakt voor al, stel nou voor dat je een stuk nagel mist. Dan zou je met die overlapping dat stuk nagel erbij kunnen zetten. Door die overlapping daar te laten zitten. Maar nu is het belangrijk om die overlapping toch wel een grotendeels in te korten. Want lijm heeft een minder goede hechting op de nagel dan een kunstproduct. En als ik dit nu zou plaatsen volledig, dan is het grootste gedeelte uh, met de hechting van lijm en maar een heel klein gedeelte met de hechting van kunstproduct. Dus het hecht veel beter wanneer die overlapping een stuk korter is en maar een klein stukje uh, met lijm op de nagel geplakt wordt en een groter stuk overblijft. Om daar kunstproducten op te laten hechten. Dus ik ga een vuil pakken en ik ga de overlapping uh, inkorten. Voordat jij dat doet, wil ik even wat verduidelijken. Want ik zie heel veel vragen over: gebruik je nooit schablonen bij nagelbijters? Je kunt geen blush over een tip zetten, want, of kan dat wel? Uh, ik heb een te korte nagel, daar kan ik geen tip op plaatsen. Kan ik dat, hoe moet ik dat dan oplossen? Nou, even voor de duidelijkheid: je kunt ten eerste op twee manieren de natuurlijke nagel verlengen. Dat kun je altijd met een schabloon doen en dat kun je eigenlijk ook altijd met een tip doen. Alleen verschillende nagelvormen, natuurlijke nagelvormen, die zijn lastiger of makkelijker met een tip of met een schabloon. Een heel erg naar beneden groeiende nagel is bijvoorbeeld makkelijker met een schabloon omdat je hem dan recht kunt corrigeren. Uh, in dit geval hebben we heel veel huid voor de nagel liggen. En die tip die helpt ervoor om als een soort zadeltje straks door die huidmassa heen te groeien. Zodat dat kunstproduct als het ware als een soort stuw die nagel er doorheen stuwt. Nou, als je een tip gebruikt, dan kun je je heel erg goed concentreren op de linker- en de rechterzijwalaansluiting. Want die twee, dus waar de natuurlijke nagel het kunstproduct ontmoet, die moeten naadloos op elkaar aansluiten. Dat zullen jullie zo direct ook zien. Met een schabloon is dat best lastig als de nagel heel diep in de zijwallen groeit. Dan moet je namelijk echt die huid wegtrekken. En Sheriel laat dat vanavond ook nog zien. Hoe je dat nou met een tip-trucje kunt doen, zodat je echt van zijwalpunt tot zijwalpunt het product kunt plaatsen. Een tip is een makkelijke manier, of een relatief makkelijke manier... om gelijke vormen te krijgen op een niet gelijke ondergrond. vereist wel wat meer werk in het begin... maar daarnaast het kleuren binnen de lijntjes. Terwijl het werken op een schabloon is het creëren van een tekening. In beide gevallen zijn er voor's en tegens... maar we hebben besloten om te beginnen met de tiptechniek... omdat je je dan kunt concentreren op zijwal tot zijwal... En het doorduwen van het kunstproduct door de verdikte top. Ik moest dat eventjes verduidelijken, Sheriel, want er waren wat te iets te veel vragen over. Kan het? Dus het kan beide. Alleen op sommige momenten is het een makkelijker dan het ander. Ja, ik ben echt uh, fan van een schabloon. Ik zet praktisch nooit meer tips. Maar bij een nagelbijter gebruik ik toch best wel graag een tip, juist omdat er al die welving in zit. En juist om inderdaad op een niet gelijke ondergrond, tegen een enkele nagel die hetzelfde eruit ziet, heel makkelijk toch die gelijkheid te krijgen. Mooi uitgelegd. Uh, terug naar die tip. Het is dus wel belangrijk dat hij zo goed mogelijk aansluit op iets waarvan je van tevoren al weet dat het nooit perfect gaat aansluiten. En uh, ja, dit moeten wij even loslaten in ons nagelstijlingsbrein. Dat het wel zo goed mogelijk moet aansluiten, maar nooit allemaal tot in de perfectie gaat, uh, gaat lukken. Althans, nog niet. Het eerste aansluitingspunt is natuurlijk hier het randje in die tip. Je moet tegen de vrije rand aankomen van de nagel. En het beste is als dat perfect aansluit. Nu moet ik zeggen dat die redelijk oké okay aansluit, maar heel vaak lukt dat niet en hou je dus ook een soort opening aan de zijkant. Zoals je nu hier kunt zien, dat je dan hier de vrije rand ziet, een kleine opening en dan dit tip. Nou, dat is dus meteen ook zo'n uh, zo gevaarrandje, waarvoor je de klant ook elke week wil terugzien in het begin. Omdat daar vuil onder kan komen, uh, een bacterie onder kan komen en er zou dus een infectie kunnen ontstaan. Dus daarom wil je die klant ook gewoon veel eerder terugzien dan, uh, dan gemiddeld. En wat je natuurlijk ook nog kunt adviseren, is de uh, nil eet. Ik weet niet of dat jullie hiermee bekend zijn, maar de Nil-Aid is een product dat uh, werkt preventief tegen een bacteriële infectie. Dus als je bij voorbaat al weet dat iets niet helemaal mooi aangesloten zit, dan zou je dit aan de klant kunnen uh, verkopen. En dat zij het dan druppelt ter voorkoming van. Dus daar is ook nog wel iets uh, voor mogelijk om mee te geven. Ja, ik zie een vraag komen van Suzanne. Kun je dan niet de tip plakken met rubberbees in plaats van lijm om een betere hechting te krijgen? Dat zou je denken, maar in rubberbees kan die tip gaan bewegen voordat die uithart. Terwijl met lijm, je duwt hem vast. Die lijm zuigt zichzelf vast aan die natuurlijke nagel. Daarna duw je hem in de zijlijnen vast en dan heb je een luchtdichte verzegeling. In rubberbees is de massa van de rubberbees, dus natuurlijk, je hebt meer volume. ...is natter dan de lijn. Dus dan kun je ook hebben dat als je die tip erop duwt... ...dat je juist wat rubberbeest naar de zijwellijnen duwt. Waar het dan weer kan resulteren in lifting als je dat niet goed weghaalt. Dus er zijn best wel wat pros en cons. Ja, zoals deze lijntjes kun je uh, inderdaad met de tip en met de lijm... ...kun je al best wel mooi uh, vullen... Uh, vind je dat nou erg lastig, je ziet hier bijvoorbeeld op top ook heel goed dat die nagel echt naar beneden gaat en dat je dat nooit mooi strak krijgt, dan zou je ook eerst inderdaad een beetje rubberbeest kunnen plaatsen, uitharden, dat kunnen veilen om het mooi gelijkmatig te maken en dat je daarna overgaat naar die tipplaatsing. Dus die voorbereiding die vergt gewoon wat meer tijd en moeite. Als iemand nou een nog kortere nagel heeft dan dit... misschien moet een keertje een advanced nagelbijter ook doen. In het volgende seizoen, seizoen 12 van Neil Talk Live... hebben we geloof ik is dat show 8, als ik het goed heb? 12. 12? Dat zet ik morgen wel even in de groep. Hebben we een speciale show 12... Van het volgende ja. seizoen, op woensdagavond, gaat er een hele avond het alleen maar over nagelbijters. En dan laten we verschillende technieken zien. Van de natuurlijke nagelversteviging, een korte verlenging naar een langere verlenging. Allemaal op een nagelbijter. Want om dat nu zo eventjes aan tafel of aan de desk uit te leggen, dat gaat heel veel tijd kosten. Je kunt me even een persoonlijk berichtje sturen en dan zet ik het wel even voor je in een bericht. Je kunt dan namelijk met acryl of met powergel of met gel de nagel uitbouwen op de huid, uitharden, randje losmaken, schabloon eronder en dan kun je hem weer corrigeren. Dat zullen we zeker in die show laten zien. En misschien een keer een Advanced Nagelbijter e-workshop met Cheryl. Jij gaat de tip pre-blenden. En ja. dat is een beetje een verloren ambacht. Ja, dat ziet er simpel uit, maar dat vereist toch wel een klein techniekje. Want de stand van de vuil ten opzichte van het opzetstuk is wel heel erg belangrijk. Ik ga dus de, de tip uh, gedeeltelijk blenden om ervoor te zorgen dat er een kleiner stukje overlapping zometeen op de nagel uh, geplaatst gaat worden. En daarvoor zet ik mijn vuil schuin op de verlengingstuk. Even vanaf de, zijk yes, vanaf de zijkant gezien. Even kantelen. Dus je gaat er niet glad overheen, je zet hem er ook niet recht tegenaan. Dus dit geluid moet je niet horen, maar wat je hoort is dit. Dus je hoort dat er wat zachter overheen gaat. En dan geef ik wat druk. En dan hou je ook, vooral in het middengedeelte, geef je dan de druk. En dan zie je dat die tip mooi korter wordt. Je holt hem als het ware uit. Ik hol hem uit en daarvoor hou ik ook support met mijn wijsvinger erachter. Dat je een tegendruk geeft. Je zou ook één kant op kunnen veilen. Ik ga zelf gewoon heen en weer. En het vliesje kun je dan nog mooi weghalen. En alles wat je voordat de tip is geplakt al hebt weggeveild, hoef je dus niet meer in te blenden zodra die tip is geplakt. Dus het maakt de behandeling na het plakken van de tip ook een stuk eenvoudiger. Ja, ook dat. En als ik dan weer ga plaatsen, dan heb je te maken met die twee hoekjes. Ik zeg al, nu heeft zij nog best wel een zijlijntje wat tevoorschijn is gekomen. Maar meestal moet je die hoeken ook weg gaan, uh, gaan veilen. Kijk, ze moeten zeker niet in die huid gaan, uh, gaan prikken. Ze moeten je niet in de weg zitten. Dus wat je dan doet is even met je vuil langs die hoekjes gaan. Want die hoekjes zijn ook het moeilijkste om te blenden zometeen. Dus als je ze van tevoren al weghaalt, zit het je zometeen niet in de weg. Op deze manier. Weer eventjes passen en meten. Yvonne zegt terecht, je kunt ook knippen met een tipknipper. Dat kan inderdaad. Ik heb zelf altijd uh, dit het fijnst gevonden met de vuil. Omdat je dan tijdens het blenden kleine correcties kunt maken. Soms moet je links meer weghalen dan rechts. Soms moet je middenpunt, niet in het midden zijn, maar links of rechts. En dat kun je door het werken met je vuil. Als je dat eenmaal in je vingers hebt, is dat supersnel. Maar het kan ook met een tipknipper. En dan natuurlijk ook naar die zijkant toe, dan hadden we hier met die huid te maken. En bij die huid, daar ga ik dus een soort welvinkje maken. En hier moet je opletten. Wat ik vaak in de praktijk zie gebeuren, is dat mensen de hele zijkant weg gaan halen. En dat moet je niet doen, want je hebt die tip juist uitgekozen op deze afmeting. En daar wil je dus ook niet meer aankomen. Dus je gaat eerst kijken of hij de zijlijnen het mooi aansluit... Als je er te ver overheen komt, dan kun je dus wat weghalen. En wat je dus aan de ene kant dan weghaalt, haal je ook aan de andere kant weg om het midden in het midden te laten. Maar vanaf dat randje wat je hieronder ziet, vanaf daar, daar kun je dus nog een soort welvinkje maken. En dat kan je met een vuil doen of met een buffer, maar net wat jij fijn vindt. En wat je doet is dus je gaat eigenlijk met je vuil hier langs. En als je het met een vuil doet, dan heb je wat sneller de neiging dat je er ook hier een haal in vuilt. Mm -hmm. Op zich is dat niet zo ramp hoor, want zo lang wordt die nagel toch niet. Dus wat je ook kunt doen, is daar een smooth operator voor gebruiken: dat je hem op die manier een klein beetje weghaalt. En dit zijn allemaal details. Kun je dat even op topshot laten zien, Gil? Ja, want dan zie je dus dat je een hele lichte uh, taille maakt, als het ware. Ik zal er zo meteen een ander tipje onderhouden. Dit is maatje 3. Yes. Kijk, en dan kun je zien wat er weggehaald is aan die zijkant. En dat is dan precies die ronding van die huid, dat die gewoon lekker kan liggen, geen druk geeft en dus een betere aansluiting heeft. Dat doe ik ook aan de andere kant. Ja, zo merk je dat er best wel veel bij komt kijken. Hè? Uh, vroeger was mijn motto een beetje: uh, hoe meer tijd je besteedt aan het voorbereiden van de tip, hoe mooier die aanziet, hoe makkelijker die te blenden is en hoe minder vaak je het hoeft te doen. Want een tip dient natuurlijk alleen maar zodat die natuurlijke nagel kan uitgroeien en op lengte kan komen. En uh, dus tijdens de opvulbehandeling maak je die tip steeds wat korter, terwijl de natuurlijke nagel steeds langer wordt. Dus het is echt een hulpmiddel om die natuurlijke nagel te laten groeien. Uh, je kunt daar verschillende. Uh, uh, ik wil ook nog even herhalen dat je gewoon op tips kunt werken met blush. Blush past gewoon op tips, hecht gewoon aan tips. Is geen enkel probleem. Uh, beide zijen, of, uh, blush is natuurlijk een acrylaat, dus dat hecht gewoon ook op een tip. In de basisopleiding werken wij voor het gelijk maken van de nagels weliswaar met een sjabloon, omdat je daarmee alleen maar kijkt naar het gelijk maken van bijvoorbeeld hoekjes of ronde hoekjes die je strak moet maken. En tips is toch weer een, een beetje een verloren ambacht, maar ook wel een specialisatie. Die je, zoals je vanavond ziet, als je dat eenmaal in de, in de vingers hebt, heel goed kunt gebruiken. Ik zal even kijken wat ik nog meer van opmerkingen heb. Um, en als je het eenmaal weet, is het helemaal niet lastig. Nee, dat ben ik met je eens, Lisette. Dus uh, nou, ik ben benieuwd of die tip al helemaal in modellos is. Ja, tip is in model. Ik zal het ook weer even onder die andere houden om te zien wat er dus uh, weg is gehaald. Dus daar is een soort welving aan de zijkant uh, weggehaald. En als ik het laat zien op de huid, dan zie je dus dat je wel de breedte hebt bij die vrije rand. En dat de huid gewoon lekker kan liggen. Moeten we toch echt even van boven zien? Hij werd een beetje onscherp, maar. En ja, je ziet, ziet dat hij mooi aansluit, links en ja. rechts, dat je geen druk hoeft te zetten. Ja, geen druk. Die mooi past. Yes. Nou, dan is het tijd om weer eventjes de prep en wipe te gebruiken over de natuurlijke nagel heen. En dan natuurlijk de lijm. En ook het lijm aanbrengen moet je wel ruim voldoende doen, ook weer niet te veel. Nou, wat is het nou precies? Dat ga ik laten zien. Let op dat je je lijm wel uh, koel bewaart. Ja, lijm moet je koel Het Best is in de koelkast. Dat zorgt ervoor dat de kleefkracht van je lijm goed blijft. Toevallig hadden we vanavond, hier was hij niet koel bewaard. Hij stond daar bij de rest van de gelpolish flesjes. Als gevolg dat ik even naar de zaak moest lopen om een nieuw flesje te pakken. Want je wilt natuurlijk dat hij snel en goed lijmt. Ja, en anders duurt het wat langer en je merkt het al heel snel wanneer het niet gaat. En wanneer de lijm ook indikt of verkleurt, dan is het tijd voor, uh, voor een nieuw lijmpje. Ik draai de tip volledig om. Ik zoek een steun met mijn pink en ik, eh, ik schraap als het ware de lijm in het middengedeelte van dat opzetstukje. Dus eh, dat er echt een druppel op komt te liggen. Dan haal ik hem goed naar de hoeken toe, want de hoeken die zijn altijd het moeilijkste om goed aan te laten sluiten. En ik zorg ervoor dat ik voldoende lijm heb. Even het potje aan de kant. Draai ik hem om. En dan schuif ik de tip naar beneden, totdat je een soort stootrandje voelt, die je nu wat minder voelt. En dat komt dus ook weer door die huid die omhoog staat. En daarna leg ik hem zo plat mogelijk neer. En je moet opletten dat je nu niet je duim omhoog haalt. Want ja, ik denk dat we even een sideshot willen zien. Want ja. dan kunnen we zien hoe de tip in het verlengde van de bolling van de natuurlijke nagel loopt. En dat je dus echt een neerwaartse druk hebt en dat je hem niet omhoog trekt met je duim. Dus voor je gevoel blijft hij naar beneden staan. Wat ik vaak zie is dat mensen hem neerleggen en hem dan weer omhoog gaan drukken. Maar dan komt er in het midden dus een luchtbel te zitten. Dus dan druk je er als het ware weer lucht tussen. En dan sluit hij niet mooi aan. Nou, om de hoekjes ook nog mooi aansluitend te krijgen, pak ik een tweezer. Die draai ik om. Dan pak ik beide hoeken tegelijk. En dan druk ik hem nog even aan tegen die nagel. Om daar uh, een goede aansluiting op te geven. Nou, mocht het zijn dat je te veel lijm hebt gebruikt... en als er wat lijm hieronder naar boven toe komt, geen enkel probleem. Je kan beter iets te veel gebruiken dan dat je iets te weinig gebruikt. Dan pak je een nail wipe. Die vouw je dubbel. En dan haal je de lijm naar je toe over de tip heen. Dus niet van je af over die nagel, maar naar jou zelf toe. En natuurlijk de lijm gelijk weer dichtmaken. Dat hij uh, niet omvalt. Nou, even kijken of hij goed vast zit. Normaal gesproken doe je natuurlijk meerdere nagels. En als je dan terugkomt, dan zit hij uh, zeker wel vast. Maar het gaat heel snel. Ja, er zijn wat opmerkingen over dat mensen niet wisten dat je de lijm uh, koel moet bewaren. En Cora zegt: Vandaar dat ik de lijm van Magnetic niet goed vind plakken. Hij staat mij te warm. Ja, lijm moet koel. Onze tiplijm is echt heel erg goed. <laughs> de, want uh, dat is echt uh, een geweldig product. En mee hebt mij ook nog eventjes om toch even de benadruk, Als je nou een extreme nagelbijter hebt waar echt de huid hoog is, dan kun je ook het nagelbed uitbouwen met gel of met acryl tot aan de rand. Dus dan bouw je op de huid, dat doe je eenmalig. Dat is dus een gevorderde techniek die we ook in show 12 gaan laten zien. Uh, want dan duwt die tijdens het groeien als het ware die top naar beneden. Dan versnel je dat proces of heb je hebt dat proces een beetje wat meer in de hand, maar dan moet je natuurlijk wel nog steeds opletten dat je goed de aansluiting pakt van links naar rechts, van zijwal tot zijwal, dat je hem goed kunt laten aansluiten. Maar zoals al eerder een paar keer gezegd, show 12 van het nieuwe seizoen helemaal bijt. En ik denk dat we hier een vervolg op gaan doen. Ja, want je het ziet er al best info. wel. Ja, het is eigenlijk. Nou, ja, als we nu, zo, nu we zo bezig zijn, is het nog meer info dan dat je van tevoren al verwacht. En je hebt ook zoveel mogelijkheden om het te doen. Want ook inderdaad, het uitbouwen is een hele mooie techniek om, uh, om aan te pakken. Knippen. Nou, Knip is natuurlijk belangrijk dat je het mesje zelf ziet, want je wil de tip knippen en je wil niet het topje knippen. Sluit hem goed oh, aan. Wacht, wacht, wacht. Even goed zeggen wat je nu zegt. Want ik heb dus een keer gehad, luister. Ik heb een keer gehad dat iemand ging de eigen nagel eraf knippen, nagelstylist, mm -hmm. en die doet zo het mes naar de hyponigium toe en knipt. Dat wordt één groot bloedbad. En dat was, dat was in een, ze ging een eigen nagel, want ik zou nou, heel gedoe, maar even goed, wat bedoel je met het mesje naar je toe? Kijk. Hier hebben we de tipknipper. Dit is het mesje. En dit mesje dat wil jij zien. Want als je hem zo naar neerzet naar de klant toe, dan zou je dus inderdaad in het topje kunnen knippen of in het hyponychium. En op deze manier gebeurt er nooit iets aan de top van die vinger. En knip je alleen de tip. Ja. En de eventuele lijmresten die nu tussen de huid en de tip zitten van het plakken die laten vanzelf los op het moment dat de huid weer olie aangaat. Ja, aanmaakt. ja dus je, je bent er inderdaad voor, want uh, er zit natuurlijk die vingertop. en die klant die kan dat best wel voelen trekken. En dat is de lijm die dan vastzuigt op de huid en dat laat binnen 24 uur los. Uh, dus zeg dat ook tegen haar, dat ze er niet zelf weer aan gaat zitten. En heel belangrijk, sowieso heel belangrijk is, hou die andere hand van de klant in de gaten. Maar vooral bij de nagelbijter, want wanneer de tips zo meteen geveld zijn en flinterdun zijn, geeft nog totaal geen stevigheid. Maar dan ben jij bezig om het product te plaatsen. En dan gaat zij aan de andere kant misschien al wel van die friemeltjes weghalen. En dan gaat je tip natuurlijk ook weg. En dan is al je werk voor niks geweest. Sowieso. Als nageslissa altijd beide handen van je klant in de gaten. Ja, hou het in de gaten. <laughs> nou, wat ik doe om het voor te voorkomen dat alle tipjes heen en weer vliegen door de salon heen. pak ik mijn wijsvinger en mijn middelvinger en dat, die sluit ik aan om de vinger. En met mijn ringvinger ga ik voorlangs. Zij zet ik de duim erop bovenop en dan heb ik die tip beet en ik heb die vinger heb ik ook beet die kan ik nog een beetje naar beneden halen of uh, welke kant je hem op wilt hebben en die tip die sluit je dus helemaal aan tegen die vingertop want we gaan die nagel zo kort mogelijk maken en daar kom ik zo nog even verder op terug dus ik sluit hem helemaal aan en dan knip ik hem en dan heb ik het tipje ook mooi vast kan gelijk in de prullenbak ja dus geen rondvliegende tips dat hadden we vroeger in de salon nog wel eens. Ja, van alle kanten op. En als we dan nu naar uh, de nagel gaan kijken, uh, hoe kort we hem ook geprobeerd hebben om te maken, hij is best wel lang. Als ik de hand even omdraai, uh, dan zie je dat hij over die vingertop heen komt. En toen straks vertelde ik al dat de klanten alles doen met die vingertoppen. En het is belangrijk dat ze dat ook nog eventjes kunnen doen. Uh, dus deze tip die moet nog korter gemaakt gaan worden. Dan ga ik even deze kant op. Yes. Dus ik hou de vingertop stevig vast. Ik leun de vuil op mijn wijsvinger en mijn duim. En ik ga hem zo kort mogelijk maken. En ook de uiterste hoeken, die ga ik wegvijlen. Want die hoekjes zijn ook weer een triggerpoint voor de nagelbijter. Die rond ik zo meteen uh, mooi af. Het beste is om er zo lang mogelijk plezier van te hebben... Want dat is het doel dan hè, van vanavond, om van het bijten af te komen en dat het zo lang mogelijk blijft zitten. Is dat hij er zo, zo min mogelijk hinder van heeft en zoveel mogelijk kan genieten en zo lang mogelijk ervan kan genieten. Dus ik rond de hoekjes af. En echt een ovale nagel kun je nog niet maken. Echt een rechte nagel lukt ook niet. Het is eigenlijk net ertussenin. Nee, als je een rechte nagel gaat maken, dan ga je eigenlijk weer een triggerpoint creëren, want je hebt die hoekjes die ze niet gewend zijn. Jullie weten allemaal dat zijn scherpe hoekjes. Daar blijf je achter dingen hangen. Ja, dan is het een einde natuurlijk zoek. Zorg ervoor dat die hele rand, de omtrek van de nagel, van cuticle zijwal tot haarlijn, of vrije randlijn, sorry, dat die helemaal strak en glad in elkaar overloopt. Dat er geen haakjes, haperingetjes of deukjes zijn, want dat zijn allemaal punten die enorm versterkt worden in, in het zicht van de nagelbijter. Dus een strakke, rechte lijn. En dan ga je dan ook strak je product opleggen. Binnen die rechte lijnen die je nu creëert met de handvijl. Nou, en je ziet ook dat deze verlenging bij de klant, en zometeen ga je het nog meer zien als de tip geblend is, is al bijna voor de helft meer verlengd. Ik ga de tip blenden, daarbij begin ik op top met vijlen en ik vijl richting de vrije rand toe. Ja, dit moeten we misschien even, kunnen we dit vanaf de site ook zien? Want je ziet dus, de vijl van Cheryl gaat vanaf de haarlijn richting dat opzetstuk. Ja, en wanneer ik hem kantel, dan kantel ik ook mijn vuilrichting. Dus hier gaat mijn handvuil van beneden naar rechtsboven. En wanneer ik hem draai, ga ik van rechtsonder naar linksboven, als het ware. Dus ik ga niet hier van beneden naar boven en hier van boven naar beneden. Maar ik ga altijd naar die rand toe. Dat is eigenlijk mijn meetpunt. En het mooie van een natural tip gebruik zoals deze ultraform tip, die heeft natuurlijk de kleur van een natuurlijke nagel. Van de uitgegroeide natuurlijke nagel. Dus eigenlijk heeft je klant meteen een randje meteen een waar randje ze trots op nagel. kan zijn. Wat is ook belangrijk dat je ziet dat Chiriel ook echt hem helemaal inblendt. Want zou je nu stoppen, dan heb je dus een hele duidelijke rand. En dat is niet het randje waar we trots op zijn, dan heb je gewoon een rand die heel duidelijk zichtbaar is. Dus hij moet onzichtbaar overlopen in die natuurlijke nagel. Uh, hoe koel cool moet de lijn bewaard worden tussen de 4 en 7 graden? Een gewone uh, koelkast is goed. Er zijn mensen die wisten dat niet, dat het moet gewoon in de koelkast moet neerzetten. Men vindt het een hele prettige en rustgevende uitleg, uh, zegt uh, onder andere Gemma, maar nog veel meer mensen, Cheryl. En je kunt ook de tip blenden met een elektrische vuil. Dat kan. Uh, we laten dat nu met de hand zien, dat is ook omdat we misschien een beetje oldschool zijn. Maar met hoeveel grit blend je hem, Cheryl? Ik heb nu een 150 uh, grit waarmee ik hem uh, blend. 150 grit, zeker ook niet met een te zachte vijl de, de, de tip blenden, want dan maak je het jezelf eigenlijk alleen maar on, onnodig lastig. Nou, en je richt ook niet op dat randje zelf, je richt je vooral op de verdikking van de tip. Daar is een uh, veelgemaakte fout. Dan willen ze dat de randje weghalen en, en dan ga je op het randje veilen. Maar als je de verdikking weghaalt, dan verdwijnt het randje als sneeuw voor de zon. Want dat randje is eigenlijk de verdikking. Dus uh, richt je vooral op de totaliteit van de tip en dan gaat het randje vanzelf weg. En hoe dunner die tip wordt, hoe kleiner de bewegingen nu ook worden. Hè? Net had ik grote halen. Nu wordt het steeds fijner en, uh, en kleiner. Ik zal met regelmaat even poetsen zodat jullie zien wat ik doe. Maar op ja. een gegeven moment dan weet je het wel in de praktijk. En dan kun je ook makkelijk doorveilen. Kijk, je ziet hem nu ook verdwijnen in het midden? Stapje voor stapje, baby steps. Eigenlijk dezelfde manier zoals je lifting verwijdert in een opvul. Ja. Daarmee kun je het heel goed vergelijken. Het is niet makkelijk, maar als je hem eenmaal door hebt, dan kun je niet meer voorstellen waarom je het lastig vond. Ja, dat is inderdaad waar. Ja. En Dit is gewoon ideaal van de tip, want je ziet gelijk ook een mooi nageltje tevoorschijn komen. Je ziet al een beetje hoe het eindresultaat straks gaat, uh, gaat worden. We hadden het er dus straks al overtjes, uh, over kleerproduct uh, gebruiken of niet. Met een kleerproduct gebruiken zie je heel mooi wat er onder die nagel gebeurt en zie je de eigen nagel groeien. Dat kan zeker een voordeel zijn. Het kan ook een nadeel zijn dat je er van alles onder ziet uh, voor een, uh, iemand die nagels bijt. Uh, dat ze continu vuil de onderweg willen halen of wat dan ook. Ja. Dat ze er weer met iets onder gaan. Dus hou dat ook eventjes goed in de gaten, dat je adviseert... dat ze niet met iets hards ondergaan. gaan. Geen tanden stoken, geen puntje van een aardappelschilmesje... geen peperclip ombuigen en eronder gaan. Want ik hoor echt van alles voorbij, uh, voorbij komen. Maar het laatste hoekje nog eventjes. Ja, en je hebt natuurlijk ook soms dat een nagelplaat niet helemaal prachtig is. Dan kan juist bijvoorbeeld een opaque pink powder... Als je met acryl werkt, de Frosted Pink, als je met Power Gel werkt, kan dat net even wat een, een zweem van dekking geven, waardoor die natuurlijke nagel wat gezonder lijkt. Dus het is een beetje afhankelijk van, van, van ja, hoe, hoe het eraan toe is. Als je nou kijkt, dan zie je inderdaad dat de tip al bijna helemaal onzichtbaar is geveld. Je ja, denkt, dit kost heel veel tijd, maar... Ik ga voor de zekerheid even over naar de 220, naar de blauwe vuil, dat ik hem helemaal mooi uh, glad kan maken. En ook op top de tip zo dun mogelijk maken, zodat je de dikte kunt creëren met kunstproduct. En niet dat de dikte zo meteen van, uh, van de tip is. Mocht je nou geen 150 grit hebben, dan zou ik altijd naar een 180 grit gaan. 100 grit is erg grof, dan moet je wel echt weten wat je doet. Een 180 grit is natuurlijk ook voldoende hè, om een tip te blenden. Ja hoor, dat, uh, dat kan ook makkelijk. Als ja. je die nu ziet, dan zie je dus dat die eigenlijk onzichtbaar die natuurlijke nagel uitloopt in een vrije rand. Nou, de klant is hier al heel blij mee, terwijl dit alleen nog maar het voorstukje is. En hier gaan we dan ook het product, uh, het product opzetten. Nou, oké, okay. voordat we dat gaan doen, want we zijn intussen al een uur en tien minuten bezig, ga ik jullie even meenemen hè, wat het huiswerk is. Je hebt dus nu gezien, je hebt de voorbereiding gedaan, we hebben het over gehad, tips versus schablonen, op de natuurlijke nagelwerken en de, de tip is nu ingeblend. Ik wilde dat helemaal aan jullie laten zien, omdat dat eigenlijk één deel van het behandelproces is. Als je daartussenin iets anders gaat doen, dan raak je de samenhang een beetje daarvan kwijt. Maar het is nu het model voor het huiswerk. Uh, als je mee wilt doen deze week, dan is dit het huiswerk... Behandel een nagelbijter en maak een foto voor en een foto na de behandeling. Relatief eenvoudig en overzichtelijk huiswerk. Maak een foto voor en na de behandeling van een afgebeten nagel. De huisregels zijn, zoals wel bekend, dat je twee weken de tijd hebt om je huiswerk in te sturen, in dit geval tot en met 13 februari. Stuur het in via de link die je kunt vinden in het album Nailbiters of Nagelbijters. Zijn er verbeterpunten? Dan neemt Jessica contact met je op namens Cheryl en zal ze je begeleiden dat te verbeteren. En vergeet ook niet step-by-step -step foto's van je huiswerk mee te sturen of gewoon één tussendoor foto van dat voor, midden en na. Dan ben je er in principe al. Doe je dat, heb jij natuurlijk je ier certificaat wat jij aan de muur kunt hangen om te laten zien dat ook jij weet hoe je nagelbijt moet behandelen. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. Kijk even mee. Dat is het nieuwe Hygienic Files Try Out Student Kit. Dan krijg je van de vier meest uh, bekende vijlsoorten, dus de 100 git, de 150 git, de 180 en de 220 git vijl, Krijg je in Hygienic tien stuks Hygienic Disposable files. Die je kunt plakken op de kernen, die zijn meegeleverd. Ideale tool, we hebben die ontwikkeld om ook aan onze studenten te geven, zodat zij kennis kunnen maken met verschillende soorten veilen. Een tipknipper, maar ook een doosje ultraform tips, nail glue en de intense cuticle cream. En je krijgt niet maar één potje, je krijgt zo'n hele leuke display met acht van die potjes, want die potjes zijn belangrijk voor de thuisverzorging. Daar gaat Cheryl zo direct ook nog over vertellen, natuurlijk. Dus echt een praktijkgericht pakket. waarmee jij dus onder andere nagelbijts kunt aanpakken. maar ook eventueel in combinatie met blushes die tips kunt gebruiken. Um, nou, dan heb je natuurlijk volgende week. We schieten alweer door naar volgende week. Aletta is dan bij mij in de studio. En Aletta gaat leuke bloemen aan ons laten zien. En ja, Aletta is altijd superleuk. Ze geeft ook binnenkort een hele leuke Stempelworkshop. In Soesterberg zit die al vol. Maar. Je kunt natuurlijk wel gelukkig meedoen online met de e-workshop. In de rest van de maand februari hebben we natuurlijk nog meer. Na Aletta komt een week later op 13 februari Jessica. En zij gaat stempelen met ons. Uh, daarna op maandag 20 februari Deborah. En Deborah gaat jeans nail art maken. Nou, ik ben benieuwd wat dat wordt. Het wordt vast spannend. En de maand wordt afgesloten door Natalia Gritsenka. Die naar de studio komt en onze ballerina nagels laat zien gemaakt met blushes. Dan hebben wij nog tot en met morgenavond 12 uur de gelpolish in de aanbieding met 30% korting. Wil jij nou je gelpolish assortiment vergroten of heb je bepaalde kleuren die je moet aanvullen? Dan kan dat nog tot morgenavond 12 uur. Dus ik zou nog snel eventjes kijken welke kleuren jij nog wil hebben. Want 30% korting is natuurlijk best wel een flinke deal en een deal waar veel mensen gebruik van hebben gemaakt, maar laten we eerlijk zijn, de magnetic gelpolishes zijn gewoon simply the best. In de maand februari hebben we een andere product van de maand en vandaar dat we ook gaan stempelen volgende maand. Dat is namelijk de stempelplates, de stampingplates. Oftewel de stempelplaten waarmee jij in een handomtrein hele leuke nail art kunt maken en ook deze met 30% korting, zodat jij kan kijken welke heb je nog nodig, hoe wil je je collectie vergroten. 30% korting in de maand februari. En omdat het de stempelplaten zijn, hebben we natuurlijk ook een hele leuke workshop. In Soesterberg zit die al volgegeven door Aletta Visser, Stamping Nail Art. Maar je kunt ook op zaterdag 4 maart terecht in Kaatsheuvel. En dat is dan met 30% korting, omdat het het product van de maand is. En dus ook eigenlijk de techniek van de maand. Heb je daar nou interesse in, stuur dan een mailtje hè, naar info En Linda neemt contact met je op. Of stuur even een messengerberichtje naar Linda Magnetic. En dan weet ik zeker dat je hartstikke veel inspiratie en leuke ideeën zult opdoen... in de workshop van Aletta. Je leert trouwens heel veel verschillende manieren van stempelen. Verschillende kleurcombinaties. Wat frisser, wat klassieker, wat meer ingetogen. Nou ja, typisch Aletta. En het is altijd een feest. En vergeet niet, hè, volgende week maandag ook Aletta. Um, ik heb mijn riedeltje, zoals ik dat dan zeg, heb ik nu wel gedaan. Ik ga even kijken of ik toevallig vragen heb. Eh... Voor jou um, een vraag. Ik ben nu aan het kijken voor een mini-koelkastje, maar, maar die zijn met een autostekker. Uh, hoe doe jij dit in de salon? Ik heb dat nooit in de salon gedaan. Ik had gewoon een koelkastje. Gewoon een koelkast. Ja, ik heb een koelkast in de salon, inderdaad. Ja, dus, dus ja, daar staat hij in. In de deur van de koelkast, rechtop. Wel een beetje vastgezet dat hij uh, niet omvalt. En daar staat hij in. Ja, Kimberly vraagt: ik ben twee weken geleden gestart met een nieuw arrangement. Uh, all magnetic, drie foto's, mag ik die insturen? Nou, ik denk dat dat wel mag. Hè? Kimberly heeft een soort met vooruitziende blik ter huiswerk gemaakt. Oh, kijk eens aan. Ja hoor, dat mag. <laughs> Oké, okay, dan. Uh, nou, dan zit uh, uh, Ja, uh, Doreen, jij vraagt over de lessen: wanneer komt de Reveal, Reveal, Reveal? Volgens mij is die gepland in april. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat weet Seriza uit de hoofd. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Zullen we binnenkort wel posten? Ik denk dat we door willen gaan, want we zitten al tegen kwart over negen. We hebben dus de nagel geprept. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. We hebben de nagelriemen losgemaakt. We hebben de nagel dof gemaakt. We hebben de tip op maat gemaakt, tip geplakt en tip geblend. En nu? Ja, het eindresultaat van die tip wil ik nog even laten zien. Ik heb ook al de bond uh, aangebracht. Maar kijk eens vanuit het zij-aanzicht gezien. Dan zie je ook echt wel dat er een mooie neerwaartse welving uh, in die booglijn zit. Nou, misschien even vanaf de zijkant, Gil. Kijk, en ja. dit is wat die tip dus al doet. Hè? Dus anders uh, dan gaat die nagel omhoog. En je ziet al heel mooi hoe die tip dat uit zichzelf al doet. Omdat die welving al in die tip zit. En dat, dat maakt het je dus extra makkelijk om, uh, om hier product op te zetten. Want je kan nu eigenlijk gewoon de lijnen uh, volgen zoals je, zoals je ze ziet. Oké, okay. voordat je product gaat plaatsen, het huiswerk is toch niet zo duidelijk als dat ik dacht. Uh, ik heb een vraag: moet je het voor het huiswerk een verlenging doen of mag het ook zonder een verlenging? Sheryl? Ja, het maakt niet uit. Uh, je mag de verschillende technieken zelf doen. Het is natuurlijk leuk als je ook een nagel wat verlengt om te laten zien wat een nagelbijter kan, maar het gaat vooral om het voor- en naresultaat en hoe groter het verschil daarin is. En natuurlijk wel wat kan, hè? Wat, wat goed houdbaar uh, is voor de klant. Dat is natuurlijk wel het leukste om te zien. Maar je mag ook op de eigen nagel zelf werken als je een beetje een nageltje hebt. Moeten het twee handen zijn of mag het ook één hand zijn voor het huiswerk, vraagt Paula. Wat een goede vraag. Zolang het maar een goede nafoto is, dat mag ook één hand zijn. Even kijken. Moet je voor het huiswerk verlengen, mag het ook natuurlijk een nagel met vol blush? Dat heb je net beantwoord ik um, moet terugkijken, twee handen heb je ook net beantwoord. Uh, mag er al product opzetten zitten, vraagt Lizette aan, aan mij. Maar ik stel die vraag aan jou. Dus, Chiril. we hebben de nagebijten. Mag er al product op zitten? Je bedoelt een nabehandeling, dus van de nabehandeling naar uh, een vervolgbehandeling. Ik denk het, of misschien nog een restje product, oud product. Ja, een klein restje, dat maakt niet uit, maar het is eigenlijk de bedoeling dat je echt ervoor ziet dus hoe iemand begint bij de allereerste behandeling. Dus geen nabehandeling. Oké, okay, nou duidelijk. Dan gaan we terug naar jou. Yes, nou ik ga dus nu de acryl plaatsen, ik ga een overlay uh, aanbrengen. En Pepijn benoemde het net al, de opak is daar een hele mooie kleur voor. Die is namelijk semi-transparant of semi-dekkend, het is maar net welk woord je wilt gebruiken. Klein beetje dekkend, klein beetje transparant, in ieder geval lekker verdoezelend. En nog mooi natuurlijk dat je een beetje het nagelbed er doorheen ziet. En dat ga ik aanbrengen. Dit kan natuurlijk met een product uh, naar wens. En let op dat het zo goed mogelijk aansluit overal. Het laagje moet niet te dun zijn, maar ook niet te dik. Kijk eventjes wat de nagel je geeft en hoeveel zijlijnen je daarin hebt. En let vooral op dat het wel mooi dun aansluit achteraan, zodat de, de klant het niet als een uh, echte nagel erop voelt. Je ziet ook dat Chiril als ze naar de zijwallen gaat van de nagel, met de zijkant van haar penseel het product aanduwt. Dus niet plat neerduwt, maar echt aanduwt en dan naar het midden toe werkt. En dan weer terug gaat naar de andere kant en hetzelfde doet. Je hebt nog niet het product naar voren geduwd, hè? Dat ben ja, dat, je nu aan het doen. Dat ga ik nu doen. Dus ik geef wat meer druk op het penseel met de buik van het penseel. Misschien even vanaf de zijkant. Uh, yes. Kijk, dus zie dan je, dat je dat je het randje mee. er zit. En ja. nu maak je hem sluitend. Ja, over de tip heen, maar ook goed langs die zijkanten. En werk driedimensionaal, want hoe plat die nagel ook lijkt, hij is 3D, zeg ik altijd. Dus naar de rechterkant echt draaien, 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 aansluiten, draaien, 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 aansluiten. Vooral aan die zijkantjes. Nou, het makkelijke van acryl is dat het natuurlijk hard in de lucht. Dus je hoeft het niet over te laten aan de klant. Ik zeg altijd, met acryl ben ik heer en meester over die nagel. Want de klant hoeft niet de lamp in, dus daar kan het niet misgaan. Dit is helemaal al meteen mooi, het uithardingsproces. En vanuit de zijkant zie je ook weer mooi die booglijn. En zometeen alleen nog wat product achteraan, om hem goed aansluitend te krijgen. Je ja, hebt een hele natuurlijke nagel zo. Ja, je ziet ook straks heel makkelijk het randje groeien... Van de eigenaar. Naar de zijkant. Ja, kijk, yes. dat zullen we mooi zien. En Ik hou hem iets of wat naar beneden, <coughs> zodat de zwaartekracht ook die kant op gaat. Kleine bewegingen, gelijk glad maken op top. En zodra het product dan wat harder wordt, maar de mensen die met acryl werken, die begrijpen wel wat ik daarmee uh, mee bedoel. Dan kun je mooi uh, naar voren strijken om hem vervolgens natuurlijk altijd nog wel eventjes aan te drukken. Wat bij de acryl heel belangrijk is. En wat ik zelf doe om hem extra te controleren, is mee in die ronding neer te zetten. Want vaak sluit het hier achter wel goed aan, maar komt aan de zijkant een makkelijke lucht. Door hem hier neer te zetten en even kruislinks een druk naar voren te geven. Te draaien, hier neer te zetten en kruislinks een druk naar voren te geven. Dan weet je ook zeker dat je die hoekjes ook extra aansluit. Hier en daar. Even het penseel schoonmaken. Even kijken of ik hem om kan draaien en de voorkant kan laten zien, want dan zie je dat er echt wel een laagje product op zit en dat het overal al gelijkmatig geplaatst is. Oké, okay, even ik, laten drogen. Ja, ik, ik ga toch nog eventjes over welk product je moet gebruiken. Wendy, jij zegt, ik ben beginnend, acryl, gebruik niet in verband met erge migraine door de liquid. Is Fiber ook goed, Fibergel? Dat is zeker goed. Je mag het technische product gebruiken van jouw eigen keuze en waar jij je comfortabel bij voelt. Joyce, blusjes mogen dus ook of moet het met een Powergel product? Nee, het mag ook met de blusjes. Het mag ook met een Powergel, waar je je dus het meest comfortabel bij voelt. Ik heb al eerder gezegd, ik zal het nog even herhalen. Um, je wil eigenlijk bij het behandelen van de nagelbijten je comfortabel voelen met het product, wat je gebruikt omdat de uitdaging de nagel van de klant is. Dus als dat lastig is, die natuurlijke nagel van de klant, gebruik dan een product waar jij je heel prettig bij voelt. Als je dan een product gebruikt wat, waar je je niet prettig bij voelt, maak je jezelf eigenlijk extra moeilijk. Even kijken. Ik heb weer een vraag over het huiswerk van Mireille. Mag het huiswerk ook met een startfoto vanaf de tweede week van het arrangement, als er wel al een klein wit randje te zien is? Maar dan zit er al product op? Ja. Dan heb je niet die knijter goede voor en die na. Nee, echt zonder product en dan de, de na, zeg maar. Dan heb je het grootste contrast. Dat zou ik graag willen zien. Oké, okay. en dan had ik een hele leuke opmerking van Doreen. Jij zegt, op zoek naar een nagel op straat, maar eerst neelcontact maken in plaats van eye contact. Yeah. Nou, lieve schat, join the group. Wij maken volgens mij allemaal <laughs> eerst nail contact before we make eye contact. Zeker ik bedoel, weten. is the story of my life. Even kijken, dan had ik nog even kijken. Oh, dat heeft Doreen, ze betrapt zichzelf er ook op dat ze vaak complimentjes geeft met leuke setjes. Nou, en goed onthouden, hè. misschien is het ook inspiratie. Um, Gemma, jij zegt ook gebruik het product waar jij het feest mee werkt. Dank je wel. Welk penseel gebruik jij nu, vraagt Isabel. En welk penseel gebruik je bij Power Gel? Je had het Sensai acrylpenseel. Ja, ik heb de Sensai. Die vind ik heel erg fijn, omdat die heel mooi uh, ovaal is. Ik zal hem eventjes eronder hier... Dit de schacht is echt heel mooi ovaal en mooi breed. Dus je hebt heel makkelijk gelijk een groot, uh, groot gedeelte. Dat vind ik prettig. En wat ik ook handig vind, is dat je hebt ook de, de zilveren variant hebt. Die valt op tussen alle, alle andere penselen. Maar die heeft dus ook een, een dopje. Dus die kun je eraf halen en ervoor opdoen. Dus die beschermt ook uh, gelijk. Dus dit is mijn favoriete acrylpenseel. Uh, de Senzai. En je Power Gel wat vind je dan fijn? De Power Gel heb ik gewoon het traditionele Power Gel Zeker bij de gebeten nagel. Omdat je dus twee kanten kunt gebruiken. Ik gebruik alleen maar een acrylpenseel bij Power Gel bij langere nagels. Maar nooit bij een korte nagel. Oké, okay, nou goede vraag dus. Ja, cool. Even zien of dat hij al zover is. Bijna. Ik was ondertussen ook al een beetje aan de andere nagel begonnen. Ik denk, dan, uh, dan winnen we wat tijd voor de volgende techniek. Ik laat in ieder geval zeker nog het schabloon uh, zien. Nou, als je dan het product gaat veilen, ga je eerst weer even kijken naar de andere kant. Ja, want vaak is hij toch weer nog wat verlengd dat je hem zo kort mogelijk houdt. En toch nog een klein beetje verlengd hebt. Zo heeft de klant ook echt wel het gevoel met een mooie nagel de deur uit te gaan. En is die houdbaar omdat ze nog gewoon de vingertop kan gebruiken? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hebt een groot contrast met voor en na. En je maakt iemand dus echt gewoon heel erg blij. Ja, en let op dat je hem nu niet te dun maakt. Of dat je die omtrek van die nagel weer uh, ongelijkmatig maakt. Want gelijkmatigheid is de sleutel tot succes bij nagelbijters. Ja, wat ik ondertussen wel kan vertellen is wat over het uh, nagelbijt arrangement. En wat het arrangement inhoudt is, uh, wat ik zelf doe, is 11 uh, behandelingen. En waarom nou 11? 11 is een mooi aantal uh, qua tijdsbestek om ook echt van het nagelbijten af te komen. Uh, maar 11 is ook gewoon makkelijk uit te rekenen. Dan is de eerste set een nieuwe setprijs. Hè. Laten we zeggen dat je daar dan 75 euro voor vraagt. En ondanks dat ik er bij nagelbijten iets langer mee bezig ben, hou ik het ook gewoon op die, uh, die setprijs. En uh, de nabehandelingen, stel nou voor dat je daar 50 euro voor vraagt. Dan heb je dus 10 keer 50 euro en 1 keer die nieuwe setprijs. Dus het is makkelijk rekenen naar de klant. En uh, wanneer je dus echt het commitment met de klant aangaat om echt van dat bijten af te komen, dan zou je dus ook kunnen zeggen: zeker bij één of twee betalingen, dan weet je gewoon dat de klant echt wil. En dat die klant ook echt gaat komen en ook echt moeite gaat doen. Het is een flink bedrag, maar juist doordat ze dat bedrag uitgeeft, zal ze er ook zijn en er ook zelf echt alles aan doen om van die nagel af te blijven. En als de klant dan komt bij een nabehandeling, uh, ook al zijn er bij wijze van drie nagels of vier nagels of vijf nagels vanaf in een extreem geval. Uh, dat, wordt, dat zit er dan wel allemaal bij in. Dus dat is dan ja, haar zo voordeel. Ja, weet ik dat ook. Bij mij was het ook zo dat ze garantie hadden gedurende het hele traject. Ja. Want als er dan een keer een nagel afbreekt, kom dan, bel me op en ik zet je ertussen, ik fix ja. het. Ja. Um, omdat anders de kans te groot is dat ze gaan doorhalen, zeg maar. Ja. Dus dat was gewoon part of the deal. Als je dan blijkt ziet dat iemand daar misbruik van moet ma maakt, dan moet je daar natuurlijk wel tegen optreden. Maar goed, dat, dat, dat lijkt me wel redelijk... Vanzelfsprekend. Ik merkte ook dat als een klant de eerste keer naar de salon kwam, dat ze dan ook echt zeiden, oh, maar dit ben ik helemaal niet van plan, of dat wist ik niet, maar dat gaat wat kosten. Maar laat iemand daar ook maar even rustig over nadenken. He, misschien net even voor één keer dat setje zetten, en dan is dat na twee uh, of drie weken, ja, dan gaat het op een gegeven moment gaat het natuurlijk mis. En dan denkt de klant, oké, okay, maar als ik dit doe, dan kan ik er wel echt vanaf komen. Ze hebben er vaak wat langer de tijd voor nodig om over na te denken. En als iemand echt wil, dan komt hij wel... En nee, het is niet Mariska dat je dan elf keer om de week komt, want dat zou een beetje veel zijn. Het is de eerste maand iedere week, de tweede maand om de twee weken, de derde maand om de drie weken en dat hanteert zich dan tot in de vierde maand voort. Sowieso heeft een mens gemiddeld acht weken nodig om gedrag te veranderen, dus dat bouw je daar dan ook mooi in. Dus je iedere week om de twee weken, iedere drie weken en dat doe je dan nog twee keer. Ja, en dan zit je op een behandeling van ruim uh, drie maanden. En zou je daar een totaalarrangementprijs uh, voor berekenen? Hanteer je daar een, een totaalprijs voor, Vraag Teuntje. Um, of, zou, of wil je gewoon dat er van tevoren de rekening mee wordt gehouden dat er die kostenpost aan vast zit? Dat kan je dus op twee manieren doen. Ja. Je kan er dus een totaalprijs van maken, en meestal dit in één of in twee keer uh, betalen. Uh, je kan ook zeggen van per keer, maar de kans is veel groter dat iemand dan, uh, dan stopt. Dat het ophoudt wanneer het een keer misgaat. Terwijl wanneer iemand de betaling al wel gedaan heeft en er dan een keer op een avond één hand eraf knabbelt, bij wijze van, dan komt die echt wel zo snel mogelijk naar jou terug om het toch weer op te pakken. Dus het helpt echt om iemand echt van het bijten af te krijgen. Dus ik heb het nu ook echt over: ik wil gewoon echt stoppen met bijten. Ik wil er vanaf, ik wil dat het goed komt. En wat moet ik daarvoor doen? En dat zou dan het beste manier zijn met het argument. Intussen is de nagel geveild. Heerlijk, hè? Als je het product goed beheerst, is het vuilwerk minimaal. Ja, nou en hier kun je dan uh, de topcoat overheen doen. Uh, en dan is die natuurlijk helemaal mooi transparant, althans, hè, met de opakkleur. Wat ik uh, bij de andere hand heb gedaan is om daar nog even een licht nagellakje overheen te zetten. En ik heb gekozen voor de kleur Delicate Orgid. Dat is een van de shears. Dat geeft dan net een mooie, wat zachtere toon. Ik maak de nagel even schoon. En bij acryl is het belangrijk om wel eerst weer even bond te gebruiken voordat je de lak gaat aanbrengen. Ja, heel goed punt. Ik had het daar toevallig vandaag op, op Messenger over. Als jij acrylnagels hebt en je wilt gel polish aanbrengen, gebruik dan altijd gel polish bond over de acryl. voordat je de gel polish aanbrengt. om te zorgen dat het goed blijft zitten. Dat is echt de sleutel tot succes. Um, Paula vraagt, wat doe je bij de vervolgafspraken? Gewoon opvullen? Ja, inderdaad. Die, dat is gewoon opvullen zodat die natuurlijke nagel zich kan herstellen. en op lengte kan groeien. Je gaat niet hele nieuwe set zetten, want dan ben je natuurlijk weer. Terug bij af. En die nagelbijten wil natuurlijk haar eigen natuurlijke nagels hebben, verstevigd kunstproduct. Want er is niks waar je zo trots op bent als je eigen nagels, als die, als die eronder zitten. Even kijken. Uh, wat zou je dan kunnen afspreken met je model voor het huiswerk qua kosten? Is een vraag van Mariska. Dus ja, wat spreek je af met je model qua kosten? Als het echt een model is wat jij nodig hebt om je huiswerk te maken, zou ik gewoon dat aanbieden. En de vervolgafspraken uh, wel in rekening brengen. Het is natuurlijk voor jouzelf ook goede promotie als je dat mooi laat zien. Wat vind jij, Cherie? Ja, waarschijnlijk had ik het op dezelfde manier uh, gedaan. Kijk, uh, uh, komt iemand zelf met de vraag, maar in dit geval vraag ik het eh, aan het model. Heb ik het nodig voor promotiemateriaal? En dan is het inderdaad ook mijn eigen investering die ik daar dan uh, in steek. Of je zou kunnen zeggen een materiaalvergoeding. Uh, dat, dat zou je eventueel ook nog kunnen afspreken. Maar een goed materiaal heb je ook echt nodig om je behandeling te gaan uh, verkopen. En zeker wanneer iemand dan straks hè, 500 euro voor een arrangement uh, gaat uh, uitbesteden, ja, dan wil je wel laten zien wat iemand krijgt. Uh, en iemand heeft het ervoor over als ze zien: oh, dat wil ik ook. En dat creëer jij natuurlijk met het juiste marketingmateriaal om toch weer een beetje op dat coachje terug te komen. Mag die in de lamp? Uh, ik krijg in de comments uh, van Cassandra, nou, ik ben al jaren bezig, elke keer met terugval en nu weer proberen te stoppen. Het is echt zo moeilijk, maar inderdaad, als je het echt wilt, deze live is ook best confronterend. Dat snap ik, we doen deze live ook niet om te confronteren, maar om de nagelstylist bewust te worden, laten zijn van het behandelplan dat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Uiteindelijk komt de uh, nagelbijtzer bij de nagelspecialisten terecht. Met een hulpvraag. En die hulpvraag proberen wij op een zo goed mogelijk en verantwoord mogelijke manier in te willigen. Als ook blijkt dat een nagelblijter de, de ruktzykloos doorheen blijft bijten, zou ik mijn advies zijn om na één, of nou ja, na twee, drie, vier behandelingen. ook te constateren dat het nog niet het juiste moment is. Omdat dat brengt meer schade toe dan dat het schoonheid oplevert. Het is echt een team effort om samen. De, de klant die moet echt willen en de moet moeten ook echt de tijd voor vrijmaken en de begeleiding bieden, bijvoorbeeld door het bieden van garantie, om samen tot dat uh, succesvolle einddoel te komen. Kom je daar dan? Dan nogmaals is een nagel bijter een, een klant voor eeuwig. En natuurlijk kun je een terugval hebben. Ik bedoel, dat geldt ook met roken, dat geldt met allerlei dingen. Dat is niet meteen slecht, maar dan is het wel fijn dat je contact opneemt met de nagelstylist en meteen weer tot een plannencampagne komt. Als je daar te lang mee wacht, dan ben je terug bij af en dan is vaak ook de, de zin om uh, tot een verbeterd einddoel te komen verminderd. Ja, ik zeg ook altijd: nagelbijten om daarvan af te komen is echt ontzettend moeilijk. Misschien nog wel moeilijker dan afvallen. En uh, stoppen, met, stoppen met roken. Uh, het is gewoon: je hebt het altijd bij de hand, zeg maar. Je kan het ook niet, niet wegdoen. Dus het is echt wel heel pittig. Wat fijn is, is als de klant die herkenning krijgt. Hè. Je geeft ook al aan: van, nou, het is best wel confronterend dit. Dat is zeker ook voor een, uh, voor een nagelbijter. Het is een beste stap om ook die handen al te laten zien. Uh, Maak er desnoods een aparte flyer van, of een apart stukje op je website aparte posts op je Instagram dat je ook echt zegt van nou het is een, een proces, en dat proces gaan we samen aan, maar dit kunnen we bereiken, kijk eens wat er mogelijk is in drie maanden tijd, het kost je inderdaad wat tijd, en uh, het is ook inderdaad een financiële investering maar ervan afkomen, dat zou toch natuurlijk prachtig mooi en, en fijn zijn ook voor jezelf, dus uh, uh, maak je hele marketing daar ook mooi omheen. Ja en het is natuurlijk het bereiken van het ultieme juweel ik vind nagels en handen, maar nagels in het bijzonder, dat is waarom ik zo gek ben van dit vak, is het ultieme juweel. En om iemand te kunnen helpen dat juweel te dragen en te, te bereiken op zichzelf, is gewoon ook, ook heel erg bevredigend. Um, oh, mijn comments zijn doorgegleden naar beneden. Want Chrisje, jij vraagt: heb dit al eens gevraagd, maar toen kwam het niet aan bod. Is het nu een fabel dat de kriel schadelijker is voor de natuurlijke nagel dan gel? Ja, dat is een fabel. Beide producten zijn niet schadelijk voor de natuurlijke nagel. Overmatig veilen en onjuist gebruik van de producten is wel schadelijk. Maar binnen de cosmetische regulering, binnen de cosmetische wetgeving, mogen er geen schadelijke producten op de markt worden gebracht. Als je natuurlijk houdt aan de cosmetische wetgeving. En zoals jullie weten, bij Magnetics staat veiligheid boven alles, is zelfs belangrijker dan trends. Dus wij kiezen altijd gezonde, verstandige, niet gevaarlijke producten. ...producten en kwaliteiten van producten, mits je je aan de gebruiksaanwijzing houdt... ...die je kunt vinden in de inlee, en het op de juiste, correcte manier aanbrengt. En daarom zijn het producten voor professionals en verkopen wij niet aan particulieren. We gaan nu even terug, want ik denk dat jij de topgel aan het aanbrengen bent. Ik ben de topgel aan het aanbrengen en belangrijk om, dat, uh, om daarvan te weten... ...is dat ik dat per nagel aanbreng, want je wil zeker niet met de topgel het laatste moment verpesten... En dat het daarbij in de huid loopt. En vraag ook de klant om de hand echt goed recht in die lamp uh, te doen. Dat die niet lekker naar de zijkant uh, toe ligt. Dus dan mag die weer uh, in de lamp. Dus vinger voor vinger. Om te voorkomen dat er ook maar iets tegen die huid aankomt. Want je weet het, hè, er komt gelijk een randje. En dat is meteen een ingang voor de nagelbijter om te gaan pulken of te gaan bijten. Danielle, jij hebt twee klanten die ook de huid... Om de nagel eenheid kluiven is hier ook een tip voor. Nou ja, de belangrijkste tip is natuurlijk niet kluiven. De tweede tip is verzachten. Dat kun je heel goed doen met de Intense Cuticle Cream. Dat is echt een verzachtende um, verzorgende maar ook een kalmerende crème, speciaal om die huid te herstellen rondom de natuurlijke nagel. En je kunt ook je e-manicure of je combi manicure uitbreiden naar de nagelriem... En de huid rondom de nagelriem om het daar te verzachten. En om die grove stukken die uitsteken, waaraan men dus de neiging heeft om te bijten, om die te verzachten of te verwijderen. Dat is wel even de balans opzoeken. Daarvoor moet je de commimanicure heel erg goed beheersen, je elektrische vuil heel goed beheersen. En ook snappen wat draairichtingen bijvoorbeeld doet met wondjes. Dus daar moet je echt wel voor naar een cursus om dat goed inzichtelijk te krijgen. Anders kan het ook heel onprettig zijn. Ja, wat en. je ziet bij wondjes is dat die nakeriem ook echt wel heel dik erop kan liggen. Echt een hele verdikte uh, nakeriem. Uh, en velletjes die eraan hangen. En uh, het ene velletje veroorzaakt dan weer een volgende. Dus je trekt eigenlijk weer een ja, Je verergert het alleen maar. En het vereelt. En het is grof. En dan komt er de vrieskou overheen. En dan gaat het nog erger. Uh, ik heb hier zo'n foil waar je normaal gesproken een kunstnagel mee uh, kunt afweken. En hier breng ik dan uh, cuticle oil op aan, zodat het watje wat verzadigt. Even wat meer erbij. Op deze manier. En uh, dan breng ik de Intense Cuticle Cream aan op de huid. En dan doe ik dat folietje daar omheen. En wat je nou kunt doen, is dit potje aan de klant verkopen... En ook een aantal van deze folietjes, zodat ze s'avonds dat even kunnen doen op de bank. En dan kun je toch makkelijk nog een kopje thee drinken of een kopje koffie. En uh, uh, dan blijf je er ook vanaf, want dit zit er omheen. En zeker één week elke avond laten doen. Dan zul je zien dat de velletjes helemaal weggaan en dat het helemaal verzacht is. En dan kun je overgaan op alleen maar de cuticle cream of de olie om het bij te gaan werken. Ik laat eventjes de topcoat afkoelen, want anders wordt hij dof. Dan zal ik dit daar zo meteen omheen doen om het nog te laten zien. Ik zal dan eventjes nog even het huiswerk doornemen. Ik zag ook nog even een vraag. Je m'excuse. Mag je bij nagebeids al een combi-manicure uitvoeren? Dat kan, maar soms is de nagel al nog zo beschadigd... dat je beter tot de tweede of de derde behandeling kunt wachten, Paula. Eerder in de show hebben we dat wat uitgebreider besproken. Dus dat kun je even terugkijken. Dat is het handige van deze e-workshops. Als je wil meedoen ditmaal met de e-workshop van Chiril over nagelbijt... is de huiswerkopdracht zeer simpel. Maak een foto voor en een foto na de behandeling van een nagelbijtnagel. Dat mag een hand zijn. Dat mogen twee handen zijn. mag ook een nagel zijn. Maar het is dus zonder product naar met product. Dus het verschil daartussen. Je mag dat doen met een product naar keuze... Gel, acryl, power gel, blushes of de, gewoon een product naar keuze. Het is wel belangrijk dat je dat doet binnen twee weken, want de deadline staat op 13 februari. Je hebt dus tot 13 februari de tijd om je huiswerk in te sturen. En dat doe je via het album Nagelbijt. Dus wat je kunt vinden in de link op de Facebook groep. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En vergeet ook niet even een step-by-step -step foto tussendoor te, doen, te maken. Doe je dat, dan krijg je uiteraard je certificaat. Maar We hebben ook winnaressen, want dit is natuurlijk ook echt een challenge. En de winnaars, deze keer ontvangen een doosje ultravorm tipmix, lijm om de tips mee te plaatsen, een tipknipper om de tip mee in te korten. Onthoud het mes naar je toe, en als je het niet meer weet. Het schroefje naar je toe en het Hygienic File Try-Out Student Kit. Eigenlijk een try-out kitje waarmee je de meest gebruikte hygiënische feiten, de Boomerang Special Shapes, kunt gebruiken. 100 uh, of 10 stuks. 100 git, 10 stuks, 150 git, 10 stuks, 180 git en 10 stuks, 220 git. En je krijgt een display met 8 intense cuticle creams. ideaal voor de verkoop aan jouw klanten. Maar dat is dus het product wat Chiril zojuist gebruikte samen met die folie, voor die moist pack. Of het vochtherstellend uh, ja, vochtpakking van de nageliemen. Um, de maan. oh, Aletta, we vliegen alweer naar Aletta. Ja, Want we zitten alweer aan het eind van de maand januari. We zeiden al in de voorbereiding: de maand januari hij is voorbij gevlogen. Want volgende week is er weer 6 februari. En dan neemt Aletta Visser ons mee in de wereld van bloemen. De Lente. Nou, ik wil niet zeggen dat het staat voor de deur. Ik zei dit weekend wel tegen Rick: oh, het is de tuin toch al leuk, hè? Zo met de zon. En toen twee minuten later was er geen zon meer. En toen dacht ik: ja, nee, het is toch wat minder. Maar ik begin wel zin te krijgen in de lente. En ik heb altijd zin in Aletta, want die maakt altijd geweldig leuke en snel toepasbare salonneelart. De maand februari wordt sowieso hartstikke gezellig, want op 13 februari is Jessica hier om samen met jou en met mij te gaan stempelen, stamping nail-art. En dat doen we natuurlijk omdat de stempelplaten deze maand met 30% in, in aan. Zijn. Deborah is op 20 februari te gast en zij gaat jeans nail art maken. Wat dat is, ik weet het niet, maar ik ben heel benieuwd. En deze maand wordt afgesloten door Natalia Gritsenka de dag na het IDM, 27 februari, met de ballerina Blush Nails. Wat is het? Hoe maak je het? En kun je dat ook met iets anders? Ik ben heel benieuwd. Ik ben er natuurlijk bij. Ben jij dat ook? Uh, vervolgens hebben we nog tot en met morgenavond 12 uur de gel in de aanbieding met 30% korting. Dus wil jij je collectie verbreden, wil je je collectie vergroten, dan is dit het moment om dat te doen. In de volgende maand, maand februari, dus vanaf 1 februari, zijn de stempelplaten en accessoires met 30% in de aanbieding en kun jij dus jouw palet vergroten. Daarom komt Jessica ook de stamping workshop geven en Naletta geeft zowel in Soesterberg als in Kaatsheuvel een stempelworkshop. In Soesterberg zit die al vol, maar in Kaatsheuvel hebben we nog plaats en dat is op zaterdag 4 maart. En dat is met 30% korting, omdat de stempelplaten in de aanbieding zijn en is ook deze workshop in de aanbieding. En je kunt kennis maken met de technieken zoals Aletta die je gebruikt, maar ook toepast bij jou in het salon. De verschillende leuke kleurcombinaties, gewoon helemaal lekker. Ik zie in de comments dat iemand vraagt, krijgen we de nieuwe kleuren ook nog te zien. Nou, de commercial die gaat 1 februari live. Dus hou de groep in de gaten. Ik zal hem wel even posten. Maar dit zijn de kleuren van de nieuwe Winters Eve collectie. En hier zie je prachtige tinten, roze tinten, zachte pasteltinten en nieuw tinten met een multiglittertje daarin. Lijkt een beetje op een Wintercollectie zoals we die een paar jaar geleden hadden, fabulous and freezing was dat en de mystical shimmers, uh, mystical nude. Maar deze kleuren zijn net weer een andere toon, net een ander glittertje, net wat voller van kleur en wat meer passend bij. De hoop die lente ons brengt. terwijl we nog lekker genieten van een dekentje op de bank. met een lekker kopje thee. oftewel een heerlijk glaasje wijn. Dus aanstaande woensdag de première van de nieuwste collectie. by Magnetic en gemaakt door Gillian. Um, ja, ik ben weer door mijn ding heen. Die nieuwe kleuren zijn wel echt must-have. Ik bedoel, jullie weten het must-have en een collector's item. Want limited edition. En het artwork is geweldig. Ik zal ze volgende week ook even in het echt laten zien, hier aan de techtafel. Want het is gewoon heerlijk. Gewoon, je wordt er gewoon helemaal cozy en snuggly van. Nou ben ik dat al snel met dit weer. Maar als dan die zon schijnt, denk ik bij mezelf: oh, de markiezen kunnen naar beneden. En dan, daarna denk ik: oh, de markiezen moeten omhoog. En nu hul, we gaan terug naar jou, Cheryl, denk ik. Want jij wil nog eventjes op schablonen gaan werken. Het is intussen al bijna 18 minuten voor 10. Dus ja. dat, 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 dat is wel spannend. Ik was al even snel aan het doorwerken. Ik wil in ieder geval eventjes ook de plaatsing uh, laten zien en nog eventjes gauw uh, de mooiste pack. Uh, de de topcoat is natuurlijk wel afgekoeld en ik heb hier de intense cuticle cream die ik aanbreng uh, op de nagelriem. Op deze manier werkt dat lekker verzachtend. De foil eromheen. Misschien heb je hem al wel eens eerder gezien natuurlijk bij een seduction aflevering. Maar dit is uh, natuurlijk een heerlijke treatment voor die nagelriemen bij, uh, bij nagelbijters. Yes, nou, de andere nagel die is uh, geprept. Je ziet inmiddels dat ik de nagelriem daar alweer vanaf heb gehaald. En dat er echt meteen weer een stukje randje vrij is gekomen. Niet te ver gaan. Hè. Het heeft gewoon meerdere fases nodig om, uh, om dat helemaal te herstellen. Uh, kun je de combi-manicure, dan kun je natuurlijk kijken hoe ver je kunt gaan. Nou, de nagel is helemaal uh, dof gemaakt. En dan heb je dus hier te maken met de rand. Je hebt hier twee opties. En we komen dus in een andere uh, Niltok Talk Live uitzending... komen we daarop terug in seizoen 12. Uh, je kan dus of de nagel gaan verlengen... gewoon puur vanuit de hand. Je werkt dan eigenlijk op uh, De huid en natuurlijk mag dat eigenlijk nooit. Hè. Dat is uit een boze om um, te doen. Dus het is ook echt belangrijk dat je dat maar eenmalig doet en dat de klant beseft dat ze er ook echt vanaf moet, uh, moet blijven. Als het product dan uitgehard is, dan kun je de huid, de top iets of wat naar beneden trekken. Dan popt dat los van het product en dan zou je alsnog. Een schabloontje eronder kunnen zetten om de nagel wat langer te verlengen. En zo kun je ook hele mooie lange nagels maken bij een nagelbijter. Maar goed, deze uitzending gaat over een nagel om het bijten te stoppen en om zo lang mogelijk de houdbaarheid te hebben. En dat is natuurlijk niet wanneer we daar een hele lange nagel op maken, maar dan dat die wat korter is, dat ze nog gewoon de vingertop uh, kan gebruiken. Nou, dat betekent dat je een, een schabloon gaat plaatsen. En dat je dat schabloon dan ook in model gaat knippen. En je kunt hem er nooit helemaal onder krijgen. Ik pak even een schabloon erbij, wat nog niet uh, geknipt is. Om het verschil te laten zien met wat ik gedaan heb. Ik zet dit gedeelte eronder om net wat meer stevigheid te geven. En ik zorg ervoor dat het plakgedeelte wel aan de onderkant zit, dat het zoveel mogelijk blijft uh, plakken. Dus dat het niet loskomt. En wat je hier ziet, ik zal hem iets wat rechter zetten. Yes, daar hebben we hem. Is dat hij natuurlijk flink over die nagel eh, heen gaat. Dus wat belangrijk is bij deze nagel, is dat je hem eerst wat breder knipt. Dus vanuit het midden naar de zijkant. Heb je nou de salonvorm, dan is dat ook een hele fijne schabloon om te gebruiken. Uh, want die is natuurlijk al wat ronder op top, die is niet zo diep. En dat is dan al heel fijn. Uh, de salonvorm is wat minder qua stevigheid van het, van het papier. Maar dan pak ik er gewoon twee op elkaar en dan heb je een hele mooie stevigheid meteen. En dat heb ik ook allemaal al van tevoren klaar liggen. Hè. Je kent me, om snel te kunnen werken, moet je er al een aantal al klaar hebben liggen. Dan hoef je dat allemaal ten tijde niet meer uh, te doen. Nou, dan zie je natuurlijk hè, aan de zijkanten dat je nog wat te veel hebt aan de zijkanten. En dan knip je dat schabloon mooi in op maat. Dus je telt de streepjes en dan ga je dat inknippen. Heb ik wel gedaan bij het schabloon. En dan zie je dat hij al veel mooier aansluitend is voor zover het bij een nagelbijter kan aansluiten. Want dat is natuurlijk de moeilijkheidsgraad. Dan is er een kleine tip wat je kan doen. Want er zit zoveel huid aan die zijkanten die jou in de weg zit. En dat is gebruik maken van een, een scotch tape. Dit is de scotch tape. Dan pak je een klein stukje. En, en met die tape breng je hem op de huid aan. Oh, hij mag wel ietsje langer zijn. Ik kom net ietsje te kort. Yes. Op die huid. En dan druk je hem van boven naar beneden toe. Yes, dat is goed zichtbaar. Hè? Ja. Dus je drukt die huid naar beneden en dan plak je hem aan die onderkant even vast. En dan even een sideshot, Gil. Want dan zie je. Ja, ik geef echt de druk. Dus ik heb hem echt naar beneden gedrukt. Je ziet ook dat het wat witter uitgeslagen is. Hè? Dus ik hou die huid echt naar beneden en ik plak hem hier dus vast. En dan ben ik heel even van, die, uh, van de huid af. Nu is het ook zo dat bij nagelbijters kun best wel een vochtige hand hebben, een vochtige huid. Uh, breng dan eventjes alcohol aan, dat het ook wel blijft plakken. Want anders dan, uh, laat, het elke keer, uh, laat het elke keer los. Ja, Op ja, deze Linda reageert als Tape, de lifesaver. Ja, echt. Ja. <laughs> ja. Het is eigenlijk een, een trucje dat je net wat meer ruimte geeft. Dat die huid dus uh, naar beneden toe gaat en dat je het schabloon er als het ware tegenaan kunt zetten. Want ja, het is ook niet uh, de onder, maar echt de tegen zo goed mogelijk als gaat. Het gaat nooit perfect, zoals wij het graag kennen en zoals wij dat normaal gesproken zien. Ik laat haar even iets meer ontspannen. Yes. Zet hem er zo goed mogelijk tegenaan. En naderhand is het natuurlijk zo snel mogelijk je product zien te plaatsen. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja, gaat nog goed. Oké. Okay. Nou, op deze manier. En je voelt ook al de tegendruk hè, dat hij wat omhoog wil komen. Ik ga even kijken of ik de puntjes nog zo ver mogelijk naar beneden krijg. En die scotch tape die kun je niet bij ons kopen, dat kun je gewoon bij een, bij een boekhandel kopen of bij een kantoorboekhandel kopen. Bruna bijvoorbeeld. Ja. Scotch tape. Ja, scotch tape, dat uh, is eigenlijk een plakband. Ja, ik herken het als een plakband die je niet ziet wanneer je iets kopieert hè, en het zit, er, het zit erop. Um, en maar het is ook niet vervelend om van de huid af te halen, vandaar de scotch tape. En je ziet ook heel goed dat je je weer echt concentreert op die hoeken van zijwel naar zijwel. Ja. Dat die er daar echt goed onder zit. Ja, in ieder geval gelijkmatig met die nagel. En het wil heel makkelijk alweer omhoog gaan. He, dus uh, probeer hem zo goed mogelijk gelijkmatig te krijgen. Eventjes de tegenaan te duwen. En je voelt die weerstand van die huid. Dus vandaar dat het ook fijn is om zo snel mogelijk te werken. Werk ook hierbij weer nagel. Uh, voor nagel. Dus ook niet alle schablonen tegelijkertijd zetten. Maar die eerste laag moet uh, gezet worden en meteen gaan uh, uitharden. En dan naar de volgende nagel toe. Ik liet hem zelfs niet eens los. Als er eenmaal dat schabloon ja. vast zat, hield ik hem gewoon helemaal houd. vast. Nou, Hou vast. vast, ah, houd vast ja. En dan het product erop, want dan was ik zo harder, harder. harder. Uitharden, uitharden, uitharden. Oké. Okay. <laughs> nou, dat gevoel, hè. Dat gevoel. Ja, en, en dan kom ik dus toch weer bij acryl terecht, hè. Want dan kan ik hem gewoon wat langer vasthouden. Je bent gewoon wat langer bezig, die eerste behandeling. En daar reken ik dus niet extra uh, voor. Uh, zeker niet bij een arrangement. Dan zit dat er gewoon uh, bij in. De Power Gel. Ik heb nu voor de Extender gekozen omdat ik zojuist voor de Opak heb gekozen. Uh, die kleurstelling ligt gewoon het meeste bij elkaar. En dan kun je het product mooi uh, aanbrengen. En met het penseel natuurlijk weer verdelen. En natuurlijk ook weer zo aansluitend mogelijk maken bij iets wat niet perfect aansluit. En dat geeft een soort, uh, ja, soort crash in je hoofd. Hè? Dat je denkt: van ja, het, het kan beter. Maar vaak bij een nagebijter ja, moet je gewoon uh, handelen met hetgeen wat je hebt. En ja, concessies doen. Ja. En om die reden dus ook weer eerder terug laten komen. Dat is eigenlijk het moraal van het verhaal. En wanneer het product dan geplaatst is. Halen we het uit in de lamp. En laat de klant even zweven dat het sjabloon natuurlijk niet tegen de lamp aandrukt. Yes! We nou, krijgen een hele leuke opmerking. Van Doreen. Het gaat namelijk over het bezoeken van het event. Of je het event ook mag bezoeken als je niet met Magnetic werkt. Natuurlijk, heb ik al ook gezegd in de comments. En Doreen zegt het is zeker een aanrader het event. Merk je waarom het zo geweldig merk is en nog geweldiger team dat er werkt? Nou, dat, dank je wel. Dat is heel lief dat je dat zegt. Ik vind dat zelf natuurlijk ook. Ik vind het geweldig als, als al mijn collega's en iedereen bij elkaar zijn. En we elkaar kunnen ontmoeten en over dingen kunnen praten. Um, <tus> dus pardon. Ik had een glaasje water gepakt, maar ik heb niet gedronken. Je bent dus ook van harte welkom naar, naar het Magnetic Event te komen. Ook als je niet met Magnetic werkt of gewoon wil ontdekken wat, wat Magnetic eigenlijk allemaal doet. Um, ik heb natuurlijk zo direct nog de winnaars van Demi. Maar ik denk dat je even deze nagel de, moet laten zien hoe je deze afstileert. Om daarnaast die dan helemaal aan het uitharden is misschien een beetje van het veilig... Dan kan ik misschien de winnaars van Demi. Doen. Ja, dat is goed. Volgens mij uh, zijn we ook bijna zover. Verder geen vragen meer. Is het allemaal duidelijk uh, hoe ze het gaan doen? Nou, volgens mij is het wel uh, redelijk goed. Ja, daar zijn we nu wel. Wat zijn de kosten van het Neil Talk Live event? Uh, entree is gratis, deelname de workshops is gratis. Koffie en thee is gratis. Als je wilt blijven slapen, neem je een arrangement af van het hotel. Maar voor de rest is eigenlijk alles kosteloos. Parkeren is kosteloos. Ja, als je veel lunchen, zit er natuurlijk wel een lunchkosten aan. Maar het event zelf is volledig kosteloos. Maar binnenkort heel veel meer informatie daarover. Oké, okay, wat zijn we nu doen? Ik heb een uh, tweede bol geplaatst en die breng ik weer zo ver mogelijk naar achteren toe, maar wel zo dun mogelijk. En met uh, voldoende product om ook weer mee naar voren te nemen, zodat er echt wel een laagje stevigheid erop ligt, ook op de top. Zo'n klant is helemaal geen nagel gewend. En nou, dit is alsof ze als op hakken loopt van 10 centimeter. He, zo, uh, zo voelt het in eerste instantie. Je moet bij. er niet ja. aan denken. <laughs> en zo ontstaat er in één keer een, een, een mooie nagel. En misschien zagen jullie het net al: de vinger die verandert ook gewoon. He. De hele hand verandert door, uh, door zo'n nageltje. En dus ook gewoon letterlijk het gevoel van de klant. Heel goed gezegd. Dit is Powergel inderdaad, Veronique. We hebben de eerste nagel gedaan met acryl en nu uh, werken we met Powergel. Dus uh, dat is een keuze. Je had natuurlijk ook gewoon met gel kunnen werken. Mariska zegt over het event. Vorige keer helaas gemist door het Fout vriendenweekend. dus volgende keer zeker weer erbij. Gezellig. Leuk ook. Oh, ik begin al helemaal in het event zo. Ja, gezellig. Het event ja, ik heb al heel komen. veel mensen gehoord en gesproken. Vanuit nou, dit keer blijf ik wel slapen, hoor. Dus volgens mij krijgen we een heel leuk avondprogramma zo. Ja, we hebben ook wel leuke ideeën over. Maar nogmaals, dat gaan we binnenkort gaan we daar meer over vertellen. Welke kleur powergel is dit, vraag jij Jacqueline Berg. Dit is de Extender. Die is semi-transparant. Seriza uh, zegt over de hoge hakken van 10 centimeter. Niet meer tegenwoordig. Poeh, lekker Dr. Martens. <laughs> Lekker, ja. Teuntje zegt, geen naakt gevoel meer als je zulke mooie nagels hebt. Cornelia ja, zegt, ik wil ook naar het event, maar heb nog niemand die mee wil. Je kunt ook alleen komen, Cornelia. Je bent van harte welkom bij ons, de nagel lovers. Of gekken, het is mooi je het ziet. Wanneer is het event dan? Volgens mij op 6 en 7 mei werd dat toen net gezegd in de comments. Ik ben alweer een beetje verder gegaan. Ah, even kijken, even kijken. Kijk, even kijken. weet je wat? Ik gebruik mijn tablet. Ja, die heb ik. Oh, nee, 6 en 7 mei. Dankjewel, Maggie. Dankjewel, Gemma. Um, Doorheen zegt: 'Schablonen zijn van mij echt magic.' Binnenkort een next level doen bij Demi. Om maar eens echt te leren met schablonen te werken. En hopelijk erna te durven werken bij nieuwe sets. Nou, dan ben je bij Demi in goede handen. Uh, oh, Gemma komt ook natuurlijk met het uh, Neil Talk Live weekend. Superleuk. Dat heb ik toevallig met erover gehad. Kun je al een overnachting voor het event boeken? Vraagt lakje nagel. Ik denk dat dat nog, nog niet zo is. Um, we zijn namelijk bezig nu met het voorbereiden van een ander evenement. Dat is de International Distributor Meeting. Dat is aan het eind van, van de maand. Uh, lulul, februari, dus over drie weken. Uh, dus daar zijn we nu naar mee bezig. En als dat van achter de rug is, dan gaan we natuurlijk meteen weer volle gang. We zijn natuurlijk wel al bezig met de voorbereidingen van het event. Maar dan. Uh, Gaan we voel voor daarin? Het nieuwe seizoen van Neil Talk Live start natuurlijk op 1 maart. En vanaf dat moment kan ik jullie helemaal op de hoogte houden van alles wat er met het event te maken heeft. Um, Hoe ver ben jij, lieve schat? Ja, hij is aan het uitharden in de lamp, dus bijna zover. En ik ben eigenlijk wel benieuwd: um, zou je bijvoorbeeld op het event wat meer willen weten over deze techniek met de gebeten nagel? Uh, over het stellen van een diagnose misschien? Of waar, uh, waar liggen jullie interesses en behoeftes? Laat het ons vooral ook weten. Ja, je kunt altijd met ideeën natuurlijk mij benaderen via messengerbericht, eventueel Syriza of bijvoorbeeld Cheryl Of Jessica, als jij een leuk idee hebt of je hebt ergens behoefte aan, laat het ons weten en dan kunnen wij kijken of we daar aan tegemoet kunnen komen voor jou. Nou, Jiriel is aan de overkant de plaklaag aan het verwijderen. Jij gaat het schabloon ook verwijderen, denk ik. Ja, ik laat eerst even het schabloon uh, verwijderen zien. He, dus ik kijk even goed vanuit de zijkant of dat hij loslaat. Yes, daar gaat hij. Dus je ziet hem dat er mooi losschieten. En aan die andere kant ook. Op top zie ik nu dat hij uh, dik genoeg is, dus inderdaad, ik kan de plaklaag gaan uh, verwijderen. Ja, de scotch tape gaat er al mooi mee, uh, mee af. En dan zie je hier de nagel op een schabloon. Ik draai hem ook nog eventjes om, dat je hem vanuit de onderkant kunt zien. Kijk, en dan zie je dat er ook best alweer een mooie ronding in staat. Zolang jij maar uh, dat schabloon mooi gebogen maakt. En dat lukte dus beter door het gebruik van, uh, van de scotch tape. Ik ga deze nagel in model veilen, gelijk zoals ik met de tip heb gedaan. Dat is helemaal goed. Dan ga ik eventjes jullie meenemen naar de challenge van twee weken geleden. Twee weken geleden hadden we natuurlijk ook een hele leuke e-workshop. En daar was Demi hier te gast. was heel gezellig. En de huiswerkopdracht was, maak drie nail art sets. En in iedere set moet één cartoon zitten. Ton sur ton. En het werd uiteindelijk maar drie nail art sets, waarvan in ieder geval in één set één cartoon, cartoon zit. Ton sur ton. Ik struikel over mijn eigen woorden. Ja, soms klinkt het gewoon echt heel gek als ik het allemaal zo zeg. Maar in ieder geval drie setjes, waarvan minimaal één cartoon. Ton sur ton, dus kleur op kleur. En we hebben natuurlijk winnaars. En ik heb hier. Het overzicht van de winnaars. Dus we gaan kijken naar de allereerste winnares van de challenge van Demi. En dat is tam, 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 Linda Schaafsma. Van harte gefeliciteerd. En Demi zegt, superleuk gedaan. Drie leuke setjes, maar de set met de dino, die vind ik echt geweldig. Nou, ik snap het waarom je dat zegt, maar ik vind Hello Kitty ook leuk hoor. Ik hou ervan. Ik hou gewoon van cartoons. Diep van binnen ben ik nog steeds een kleine kleuter. Maar misschien hebben alle mannen daar een beetje last van. In ieder geval, de volgende winnares van de challenge van de is. Dat is Agnes Soppen. En dat is deze prachtige Disney uh, Mickey. En een hele leuke oranje beestje. Uh, deze setje vind ik echt te schattig. Ik vind het ook heel leuk dat Mickey Mouse set drie verschillende technieken zijn voor een cartoon. Dus helemaal leuk, super schattig, super leuk gedaan. Van harte gefeliciteerd natuurlijk ook. En dan alweer de laatste winnares van deze challenge. En dat is. Dan, 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 dan. Daphne van Ensbergen. Oh, wat een leuke knabbel. Of is dat mini-knabbel, knabbel, knabbel en babbel? Avatar, kan ik niet zien, ik heb mijn bril niet op. En Cora, nee, ik ben ouder dan jij. Superleuke setjes met hele leuke bijpassende art. Toen ik de avatar set zag, was ik stiekem meteen verkocht. Heel leuk gedaan. Super cool. Nou, Gil is ook lijnt enthousiast. Ik hoor hem gewoon in mijn oor helemaal tekeer keer gaan. Yay! Avatar, avatar, avatar. Dus van harte gefeliciteerd. Natuurlijk is dit de prijs die jullie kant op komt. Kijk even mee. Dat is natuurlijk Mace Choice. Twee kleuren gel polish waar Demi helemaal gek op is. En Jessica's Choice Pencil. Nou, wat wil je meer dan het Jessica's Choice Pencil? Ik zie in de comments ook Jessica. Gefeliciteerd allemaal. Wat heb ik mooie inzendingen voorbij zien komen. Het was weer een feestje. Dank allemaal voor al jullie inzendingen. En ons zo helemaal leuk. ja Super. En jij bedankt natuurlijk, Jessica, voor het helpen, bejureren en het allemaal managen van al dat huiswerk. Iedere keer weer. Het is natuurlijk toch wel echt wel een klussie. Zo af en toe. Van harte gefeliciteerd. Nogmaals, ook vanuit mij. En natuurlijk vanuit Gil en vanuit Davy. Even kijken. Nou, het huiswerk, deze show, is natuurlijk duidelijk. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar het huiswerk is relatief simpel. Maak een voor- en een nafoto wanneer jij een nagelbijter behandelt. Het mag één hand zijn, het mogen twee handen zijn, het mogen ook een paar nagels zijn. Het gaat erom dat je een duidelijk voor- en naresultaat hebt van het behandelen van die nagelbijten. En hoe groter dat, dat contrast daartussen... Ja, hoe cooler het is. Je hebt daar natuurlijk twee weken de tijd voor. Dat wil zeggen tot en met 13 februari. En dat doe je dan via, zend je in via de link die je kunt vinden in het album Nagelbijters. Jessica neemt contact met je op als er verbeterpunten zijn. En vergeet ook niet de step-by-step -step foto's van jouw huiswerk in te sturen. Van hartig, of tenminste van harte. ik zie hier mensen die elkaar aan het feliciteren zijn. Maar doe je nou mee met Cheryl's huiswerk, dan maak je natuurlijk kans op deze geweldige prijs. Hè? De Student Tryout File Kit, de hygienic filen, uh, de tipknipper, een doosje Ultraform Tipmix. nail glue en natuurlijk de display met acht potjes Intense Cuticle Cream, zodat je ook jouw klanten thuis kunt aanraden om die vochtpakking, die moist pack aan te bieden. Nou, ik zie dat iedereen elkaar aan het feliciteren is. Agnes is, uh, is aan het bedanken. Nou, echt super gedaan, Agnes. Uh, met alle liefde zegt Jessica. Uh, gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Wat ontzettend mooi, zegt Doreen. Um, nou, iedereen is helemaal ja, super gefeliciteerd. Enorm gefeliciteerd. Doreen, je moet helaas het einde terugkijken. Hele fijne avond, iedereen. En tot Neil Talk Live. Ja, Doreen, tot de volgende keer. Um, ik moet ook wel nu een beetje ermee gaan. Die plakband, die was Scotch Tape. Ik zet het in de comments. En even kijken, nog tips voor mannelijke nagebeiters qua product. Afwerken met een extreem matte topje al, denk ik, hè, Cheryl? Ja, en uh, de blushes, uh, de, de Glossy, zou je daar ook wel mooi voor kunnen gebruiken, denk Zeker. ik. Zeker. Heb ik nog niet gedaan, maar wel een hele goeie. Want ja, die man brengt wel even onder de aandacht. Ook een leuke. Jij bent denk ik klaar. Ja, de nagel is afgewerkt. Zit in de lamp met de kleur Delicate orchid En zo moet er nog eventjes de topcoat eroverheen. Zover zijn we wel. En mag uit de lamp. Kijk, hier is de nagel. Met de schabloon. Mooi. Echt een nagel. Echt ja, zichtbaar. Even die andere daarnaast. Ja. Yes. Topcoat: Ook weer nagel voor nagel doen. Ik zou er nooit voor kiezen om vier nagels tegelijk eh, te doen, maar nagel voor nagel zodat je zeker weet dat die mooi strak eh, erop zit en niet tegen de huid aan loopt. Oké, okay, dan mag die weer in de lamp. Yes, er zijn behoorlijk wat mensen hier voor vanavond een eind aan maken. Die gaan naar bed toe, moeten eh, vroeg opstaan. Moeten nagelbijten extreem zijn? Vraagt Joyce. Het hoeft niet extreem, extreem. Nee, hè? je hebt, hebt nagelbuiters in alle soorten en maten. En ik denk dat je elke nagelbuiter heel blij mee uh, maakt. Natuurlijk, als je een extreem verschil hebt, is het mooiste resultaat. Maar het hoeft niet per se extreem te zijn. Ja, um, super show, zegt Cornelia. Uh, de Glassie is geweldig voor de heren, zegt Etty. Even kijken. Mensen hebben echt van genoten, hebben heel veel geleerd. Lidie zegt: Ik wil jullie onwijs bedanken voor een super interessante les. Ik moet helaas het einde terugkijken. Dank jullie wel. Lisette gaat ook de bedje in. Datzelfde geldt voor Marja. Nou, voor iedereen die gaat slapen, ook door Ray natuurlijk. Wens ik jullie alvast een hele fijne nachtrust. En uh, Ellen zegt: Lieve mensen, bedankt voor weer een super heldere workshop. Ik ga de hond uitlaten en dan ook mijn mandje in. Uh, fijne avond en trusten alvast. Welke kleuren zaten er in de prijs? I like rose. Dat moet je even aan Demi vragen. Dat weet ik niet meer Cornelia. Dat weet ik echt niet meer. Dat, 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 dat is zoveel wat ik... Eh. Um, dus ja, ik denk dat we het eindresultaat moeten zien. En dan is het wel klaar voor ja, vanavond. Ja, dan laten we hem gewoon uit de lamp halen. Haal ik de folie ervan af. Nog even schoonmaken. Dan zie je ook gelijk hoe het eruit ziet als de huid mooi gehydrateerd is. Is het zichtbaar? Yes, kijk eens. En met het tipje zie je natuurlijk ook heel leuk dat er al een, een randje aan zit. En bij de andere is hij gewoon mooi, uh, mooi dekkend. Ik zal daar nog een beetje olie aan brengen om uh, een eerlijk resultaat uh, te geven. Ja, en zo hebben we er eigenlijk drie op een rij, hè? Ja, Misschien we... moeten we zo de screenshot doen. Ja. Dus voor de mensen die er nog zijn die nog niet naar bed toe zijn gegaan is dit het resultaat van vanavond? En het is in 3, 2, 1, screenshot! Nou, cool hoor. Super. Nou, echt super cool. Heel veel, we hebben heel veel geleerd vanavond. Ja, het was een volle avond. Veel gedaan. En ik hoop dat jullie er heel veel tips uit halen. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar jullie werk. Succes. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken. Ik zag dat er natuurlijk al... Jullie, het is toch nog steeds een flinke groep mensen die nog steeds hier bij ons is vanavond. Bedankt voor het kijken. Super interessant. Dit is natuurlijk echt belangrijk bij jou in de salon. Ik wil Chiril bedanken dat jij hier, hier vanavond bij ons bent en je zo goed hebt voorbereid. Gil bedankt achter de scherm dat alles mogelijk maakt. En ik wil natuurlijk ons model bedanken dat jij hier vanavond hebt willen zitten om te laten zien hoe we jouw nagels konden behandelen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dank je wel. Dank jullie wel voor het kijken. Het was weer een groot plezier. Ik zie jullie hopelijk snel weer. Dus ik zeg tot snel. Tot de volgende commercial. Dat is de Cat -Eye Holo Top Gel. En daarna tot Talk Live.